Zijn jullie er klaar voor, jongens? Zijn jullie er klaar voor? Spannend, hè? Vandaag gaan wij iets spelen. Gaan wij iets spelen waar jullie lang op hebben gewacht. Yo! What up, iedereen? What up? What up? What up? Oké. Hoi iedereen trouwens. Hi. Wat we vandaag gaan doen? Wij gaan Hello Neighbor spelen. Mijn gamepie, waar ik super veel van hou. Hoi iedereen trouwens. Chat gaat weer zo snel. Hoi. Maar wat wij gaan doen? Wij gaan proberen Alpha 4 te halen. Nee, Beta 4. Of 3. Die laatst uit is gekomen. In één ronde. Ik ga zo lang live. Totdat ik het heb gehaald. Zijn jullie er klaar voor? En vanaf morgen weer video's trouwens, hè. Ik moet mijn shit op orde hebben. Maar leuk dat iedereen er is. Geef me eventjes die verdomde buurman in de chat. Kom maar op met die verdomde buurman. Hoe gaat het trouwens met jullie? Ja, daar zijn die verdomde buurman zo. Die verdomde buurman. Oké, ja. Dat zijn echt heel veel verdomde buurmans. Oké, ik heb trouwens geen greenscreen. Ik had er echt geen zin in. Want dan moest ik alles weer klaarzetten. Oké, maar wat we dus gaan doen. Wij gaan dus inderdaad gaan we weer... deze fucking vuur. Dit moest heel erg epic lijken. Maar dit lijkt alles behalve epic. Oké, wat we dus gaan doen. We gaan Hello Neighbor spelen. Alpha 4. Ronald tegen de buurman. Of Beta 4. Beta 3 bedoel ik. Beta 3. Wij gaan het in één keer uitspelen. Ik laat zien... Want meestal edit ik superveel mijn video's, zoals jullie weten. Jullie worden er misselijk van. Het is 90% Roda, 10% game. Maar vandaag gaan we die proberen uit te spelen. Are you guys ready? Are you guys ready? Oh ja, en trouwens, langzame modus staan aan en de chat is nog steeds niet te doen. Fucking YouTube. Oké. Maar laten we dan ondertussen even het spel opstarten. Horen jullie het al? De albekende muziek? Ik kan het geluid wel eventjes harder zetten. Maar... Boom. Daar ben ik dan. Oh. Ik denk dat de meesten wel voor jullie klaar zijn, hè? Die verdomde buurman. Overal die verdomde buurman. Trouwens, binnenkort merch van de verdomde buurman. Omdat er zoveel vraag naar was. Cool. Weet je wat? Ik doe even dan een nieuw game. Daar gaan we dan, jongens. Mijn save is nu officieel weg van de vorige keer. Feels freaking bad. Ah, daar gaan we dan. Oh, spannend hè, jongen. Spannend. En trouwens, hoi iedereen die er is. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Ik weet niet hoeveel mensen er gaan kijken. Misschien vinden mensen dit geen reet aan. Maar we gaan er een leuke stream van maken. Ik weet niet hoe lang ik live ga. Ik heb gegeten deze keer van tevoren. Overal die verdomde buurmans, hè? There we go, guys. Daar zijn we dan weer. Dit gaat super spannend worden. Oh! Uber Quinn! Let's go, Ronald. Ik hou van je edits, man. Yo, Quinn. Thanks, bro. Thanks. Lang niet meer gezien, man. Echt, thanks. En thanks voor je support, ouwe. Boxed, man. En het probleem is meestal met mijn edits. Meestal kan ik al mijn files eruit halen. Maar het probleem is nu kan het niet. Oké, maar laten we dan... We moeten het papiertje oppakken. Dit weten de meeste mensen nog wel. Zo, there we go. Vragen jullie ook niet af van wie die schilderij trouwens is? Want daar zie je een schilderij van het huis waar we het naartoe verhuizen. Oh, shit. Ik denk daar de moonwalk. Oké, wat dus de bedoeling is voor de mensen die het hebben gemist. Ik denk dat een aantal mensen dit niet hebben gemist. We moeten het ook wel, zoals we hier staan, een koffer vinden. Een sleutel, stop de sleutel in de koffer, verlaat het appartement en open de deur. Overal die verdomde buurman nog steeds. Jullie weten wat jullie moeten zeggen als ik word gepakt, hè. Maar ik wil één ding aan jullie laten zien. Ik weet niet of jullie die secret video hebben gezien. Kijk, daarboven hoort eigenlijk de buurman staan, maar je ziet daar zijn voetjes. Leuk, hè.
Oké, we droppen dit dan eventjes neer. We pakken even die sleutel. Die ligt natuurlijk hier in de koelkast. Ik wil Hello Neighbor 1 run uitspelen. En dat is met deze wel super lastig. Oké, deze sleutel droppen hier. We pakken de koffer. Die verdomde buurman. No edit, ja. Yeah. Feels bad, hè? Feels bad. Hè? Huh? Ik kreeg een donatie via superchat, thanks. Heb ik één keer gehad en ik weet niet hoe. Maar thanks, voor mij was het Luna. Oké. We doen dit, de kop... Oh, de koffer moet natuurlijk niet terug, want we kunnen nu gewoon het huis verlaten. En dan is het... Wat? Druk op E om te openen. Ik druk op... Oh, daar gaan we. Dan is het nu eindelijk tijd om naar die verdomde buurman te gaan. Die Volgens mij gaat deze hele chat vol zitten met die verdomde buurman vandaag. Oké, there we go, guys. We verlaten het appartement. En dan gaan we naar het andere huis toe. Ik weet eigenlijk niet meer hoe ik het heb uitgespeeld. Ronald, ga je Benny in de in... Ruben Beulen. Die verdomde buurman. Ruben, thanks voor je 3 euro donatie. Die verdomde buurman. Oké, there we go, guys. We zijn bij het huis. Lang geleden, hè. Lang geleden. Ik weet eigenlijk niet meer hoe dit allemaal werkt. Dus dit gaat even doen. Ik zeg even, dat stukje bij de kelder is echt niet te doen. Dat is gewoon echt een complete hel. Oké. Open de deur. Laten we de deur openen. Maar we hebben geen sleutel. Die sleutel moeten we natuurlijk hier even in doen. Kijk, like om elke reden... Ja. Oké. We pakken de sleutel. We openen het deurtje. En ik heb trouwens de kwaliteit beter gedaan. Hij was best wel laag. Is de kwaliteit beter? Zeg dat het beter is. Oké, we openen de deur, maar we hebben natuurlijk nu een crowbar nodig. En ik zag trouwens... dat er een nieuwe level is van Suicide Guy. Dus die ga ik denk ik morgen uploaden. Oké, we openen de deur. En... Boom, boom! En we kunnen... Waarom is dit plankje niet af? Oh, we missen gewoon nog een sleutel. Feels bad. Oké, there we go, guys! 1600 kijkers, yo. Welkom bij die verdomde buurman. Elke keer als ik word gepakt, dat is vanaf nu een regel, moeten jullie zeggen, die verdomde buurman. En ik wil Wilbert trouwens credits geven voor de merch die er binnenkort aankomt. Ik kan het niet laten zien. Een spoiler op HGP Twitter. Ik kijk mijn play. Nou, thanks Priscilla, thanks. Oké, en dan is het nu dan eindelijk tijd, jongens. Of nog niet? Oh nee, we krijgen natuurlijk eerst die cutscene te zien. Want die buurman heeft waarschijnlijk een aantal kinderen ontvoerd. En die zit daar dan nu te vechten. Kijk. Check die verdomde buurman daar aan het vechten. Nou, wat? Ik vraag me echt af wat hij daar aan het doen is. En waarschijnlijk sluit hij hem later op. Oh. Oké, ik schrik elke keer. Oké, daar is de buurman. Jullie weten wat jullie moeten zeggen. Het gaat zo een stream worden. Oké, there we go, guys. Laten we de deur betreden. Maar het is zo donker. Waarom is het zo donker? Daar hou ik niet van. Oh, waar beginnen we ook alweer? Dit gaat even heel lastig worden. Dit is echt helemaal nieuw voor mij. Oké, we halen... We gaan even ook alweer eventjes goed kijken wat we hier ook alweer allemaal moeten doen. Volgens mij kunnen we nu gewoon meteen al beginnen. Dus het liefst word ik eigenlijk nu al gepakt door de buurman. Oh, shit. Dit is lang geleden. Dit is echt heel lang geleden, dus daarom... We gaan eerst even een zaklamp pakken, ouwe. Het is hier veel te donker. En die zaklamp ligt natuurlijk hier bovenin. Zodat we enigszins wat kunnen zien. Zo, huppakee. Die verdomde buurman de hele tijd, man. Wacht, de buurman is er nu al? Oh, nee. Het begint nu al goed. Oké. Wat we gaan doen, dames en... Wat we gaan doen? Wij gaan proberen eerst naar boven, zodat we alle camera's kunnen uitzetten. Zodat hij niet weet waar deze jongen is. En dan gaan we proberen de crowbar te krijgen. Dat kaartje is blijkbaar niet nodig, want de deur is al open. We hebben alleen nog een crowbar nodig. En later ook die gramophones. Oh, fuck. Die verdomde buurman, man. Oké, ga weg. Buurman weg. Buurman weg, ik moet hier even langs. Hoe lang ga je live? Ik heb geen flauw idee. Ik wil eigenlijk dit halen, maar dit gaat echt een hel worden. Jullie gaan nu zien... Hoe slecht ik eigenlijk in het spel ben. De game laat ongeveer een beetje zien dat ik goed... Oké, there we go. Oké, we gaan eerst even naar boven klimmen. Voordat de buurman ook naar boven klimt. Wist je dat je humor hebt? Thanks, bro. We gooien eruit in. Nice. Boeh. Oké, snel. Voordat de buurman komt moeten we even alles uitzetten.
Hij klimt namelijk nu naar boven. Oké, Coco, we zetten dit uit. En dan gaan we nu eventjes verder, want we moeten hier sowieso toch heen. Dit ding doen we even uit. Oh! Ik was die ene die het zelfgemaakte Blobfish shirt heeft gegeven. Draag je hem wel eens? Groetjes, Sen. Om zo maar te zeggen, ik draag hem af en toe wel. Thanks daarvoor en thanks voor je donatie, man. Oké, maar we gaan eventjes verder. We gaan eventjes naar boven toe. Oh shit, ik ben even vergeten hoe dit allemaal werkt. Oh ja, we gaan gewoon eerst eventjes naar die secret room. Zodat we eventueel alvast die crowbar stuks kunnen pakken. Oh, jullie gaan zo erg, want ik weet echt gewoon niet meer wat we moeten doen. Oké, there we go. We hebben geopend. En waarom word ik getrild? Zo, oké, there we go. Voordat de buurman komt, we moeten heel snel naar boven. We gaan die crowbar eventjes pakken. Ik heb al je video's gezien. Thanks, man. Thanks. Hoe vonden jullie de video van gisteren? Het was echt heel ongemakkelijk. Kom op. Oké, we moeten hierin. De deur is hier op slot. Oké. We gaan hier langs. En dan kunnen we hier die crowbar pakken. Maar dan moeten we... Oh, natuurlijk. We moeten natuurlijk straks die magneetgeweer hebben. Zodat we die crowbar straks kunnen afkoelen. Oké. Ik weet niet hoe lang we hierover gaan doen. We pakken een stoel en we gooien tegen die crowbar aan. Nou, well shit. Goed gedaan, Ronald. Mag ik een applausje in de chat? Oké, we gooien dan hier tegen. Kunnen we het zo oppakken? Ja. Hij valt nu naar beneden. Wat gebeurt er met mijn lamp, man? Lamp, wat doe je? Wat doet die lamp, ouwe? Hè? Huh? De buurman? Hoe komt... what the fuck? What the heck? Die buurman spaced hem daar helemaal. Oké, terwijl die buurman daar in het space is, gaan wij ondertussen verder. Maar dan moet ik wel eerst even deze kant op. Hoppakee. Die verdomde buurman. Ja, zeg niet dat hij daar gewoon de hele tijd nu gebukt is ofzo. Anders ga ik even restarten, want het moet wel enigszins spannend worden. Oké, maar laten we dan even hier naartoe. Oh shit, alles is dicht. Zo, dan maar zo. Kom, spring naar beneden. Kom. Oh, dit gaat weer zo lang duren. Dit is zo weer gebukt als wat. Oké, ik zeg even trouwens, Hello Neighbor komt trouwens 8 december uit. Pas in december, dus we moeten straks eventjes wachten. Oké, we openen deze deur. We jumpen. En we moeten die lever proberen over te halen. Lang leven beug. Fuck de buurman, zegt iemand. Ha. Oh shit. Oh! Die fucking buurman, ouwe! Waar kwam die buurman vandaan? Pas in december, ja. Die verdomde buurman, man. Nou, daar is hij dan. Oké, maar we gaan dus eten voor die, wat hebben we ook alweer nodig? Even nadenken. We hebben die magneetgeweer nodig. Een sleutel, zodat we makkelijker boven komen. Oh, fuck jullie met die verdomde buurman. En dan moeten we ergens ook die grandmafoon hebben. Maar die is daarboven. Maar dan moeten we eerst even heel veel doen. Oh shit, ik ben echt alles even vergeten waar we naartoe moeten. Oké. Die dude gaat sowieso nu naar boven. Oké, daar is de buurman. Oh, langzaam gaan wij naar boven. Oké, en hij is weg. Zodat we nu eindelijk verder kunnen. Zo, go. We jumpen hier. Als het geluid harder moet van de game, let me know, dan doe ik dat. Wat? Ik heb die buurman. Buurman? Waarom ben je zo vreemd bezig? Nu al. Dit voor de buurman. Iemand stuurt toch gewoon middelvingers. Oké. Huppakee. Oké, nou, kunnen we het overhalen? What the fuck? Kunnen we het met lijm gooien? Ook niet zo te zien. Oh man, dit gaat weer zo... Dit gaat weer zo'n hel worden. Snappen jullie nu eigenlijk waarom ik hier erg zo in... Oké, mensen zeggen geluid harder. Snappen jullie nu waarom ik hier eigenlijk zoveel in edit? Oh. Paar vraagjes. Hoe heet jouw buurman? Hoe gaan we deze buurman noemen? Paraplu's raken altijd kwijt en... Als laatst die verdomde buurman, GR David. Oké, ja, ik raak altijd paraplu's kwijt. En thanks voor je donatie trouwens. En als jullie een leuke naam hebben voor de buurman, let me know. Want dit gaat wel eventjes een hel worden. Oké, there we go. We kunnen gewoon alles blamen van de buurman. Als mijn stream nu straks vastloopt, blamen we de buurman. Oké, de buurman gaat ondertussen weer naar boven. Dus we moeten dit rustig aan doen.
Wilbo. Ik ga hem niet Wilbo noemen, Wilbert. Of moet ik hem wel Wilbo noemen? Dan kunnen we altijd alles... We noemen hem Wilbert. We noemen de buurman Wilbert. Omdat Wilbert ook echt irritant is. Oké, hij gaat nu weer naar boven. Zo, we jumpen hierop en we gaan weer verder hoor. Hopelijk springt die buurman niet naar achter, want hij is echt vervelend. What the fuck? Ik raakte hem toch goed? En ik wil nu niet weer vallen, want dit is echt een hele irritante sprong! Oké. Jullie moeten mij ondertussen even tips geven, want hoe ik het nu doe, gaat niet zo goed. En we moeten natuurlijk straks die lift openen, dat ben ik ook vergeten. Laten we die als eerst eventjes openen dan. Waarom doe je niet meer met Legends of Gaming? Omdat ze gewoon een andere mens hebben. Mij maakt niet zoveel uit. Oké, snel openen. Huppakee. Man! Nog een keer. Hé, eindelijk. Het is ons gewoon gelukt daar. Wilbert is boos om je dingen. Zie je? Wilbert is wel een goede naam voor de buurman. Die verdomde Wilbert. Zo. There we go again. Dan gaan we nu eindelijk even die... fucking... Oh, ik moet even aan metaal denken. Anders raak ik mijn airdrift. Anders raak ik gedemonetized. Nee. Ik moet even die... Oh, kom op. Die magneetgeweer gebruiken. Maar dit is zo fucking... Oké. Nu snappen jullie waarschijnlijk waarom ik zoveel edit. Oké, we gaan dit gewoon super snel doen. De buurman ziet ons toch niet. Oh, de buurman is hier. Als hij daar naartoe gaat, waarom doe ik dan... Oh shit. Oh shit, de buurman heeft me gezien. Denk ik. Welke versie is dit? Dit is gewoon de vorige versie waar ik al video's van heb gemaakt. Oké. Best wel succes, jongens. We gaan ervoor. Voordat hij weer naar... Hij gaat sowieso naar beneden springen. Ah! Ik wil het hier niet over hebben. Die verdomde weer. Oké, hij loopt achter me aan. Hij loopt achter me aan. Oh, nee. Hij gooit lijm. Oh my god. Het is zo... Nee. Nou. Jullie weten wat. Het is weer avond. En dat is zo rot. Joeken, geef me even wat support in de chat ofzo. Edit of niet, je video's blijven goed. Thanks daarvoor. Dan meestal knip... Oh! Meestal knip ik het eruit. Oké, we moeten rustig aandoen. Die buurman? Oh! Hij zag me gewoon letterlijk voor ons. Oh, wat doet hij nou weer dan? Dit is het probleem. Nu kan ik gewoon niks. Nu moet ik blijven wachten. Hij gaat een trap neerzetten. Wat een dik. Wat gaat hij nou doen dan? Hij gaat die kant op? Oké, dan ga ik heel snel hier overheen. Rennen. Oké, we gaan dit nu gewoon halen. Boom. Ik ga even die geheime ingang toch weer eventjes dicht doen namelijk. Want het is zo irritant. Hij is zo vervelend namelijk. Oké, we pakken even een aantal dingen. Het is zo donker. Hier is dat bananenschilletje. Oké. We gaan er nu eindelijk voor. We gaan het nu gewoon halen. Heb eindelijk. We did it. We hebben hem. Applausje in de chat alsjeblieft. Oké, there we go. Nu kunnen we eindelijk het magneetgeweer pakken. En het sleuteltje hier. Hè, we zijn eindelijk weer verder. Kom, laat het even oppakken. We maken alle stoelen even vrij. Maar meestal in opnames laat ik me soms expres pakken door de buurman. Zodat het echt super simpel voor mij is om niet hoeven te editen omdat het te donker is. Zo. Wat? Oh! Oké. Hier schrok ik echt legit van. Oh, wat een dik. Ja, jullie weten wat jullie moeten zeggen als hij in beeld komt, hè? Oké, laat ik hier dan even een bloempot op gooien. Zo, eindelijk. Nu kan ik verder. Zo. Oh!
Lang leven editing, jongens. Lang leven editing. Oké. Okay. We moeten dit eventjes rustig aan. Ik doe het op dit moment echt niet slim. Ik moet sowieso al die stoelen weghalen bij die deuren. Want dan kan ik namelijk... even kijken. Even nadenken. Want dan kan ik namelijk veel makkelijker boven komen. Is dit serieus? Gebruik de kast. Oh ja, natuurlijk. Maar die gebruik ik eigenlijk nooit. Ik heb nog nooit echt de kast gebruikt. Laten we ondertussen even naar boven gaan. Ha! Deze deur is nu geopend. Kunnen we hier eigenlijk in? En dan kunnen we eindelijk die crowbar pakken. Hehe. We hebben hem hoor. Zo. We pakken het. En dan gaan we hem eventjes afkoelen. En dat doen we eventjes niet hier. We springen hier naartoe. Hartaanval. Mensen kregen nou... Ik kreeg ook een hartaanval, man. What the fuck? Waarom hoorde ik hier ergens een deur open gaan? Dit vertrouw ik even voor geen meter. Oké, we openen dit even. Hoe kun je live gaan? Je drukt op een knopje live. En laten we dit in... Laten we dit dan hieronder gooien. Kom op. Kom op. Kom op. En hij is droog hoor. Doe de... Ja, hij is onder de kraan. Mag ik een applausje alsjeblieft? Mag ik een applausje? Dan gaan we hier even wat ruimte creëren. Hupkee. We gaan even alle stoelen weghalen namelijk. Zo. Ha. Zit ik nu vast? Hoe? Huh? Hoe? Hoe komt die buurman daar? Wat is die buurman daar aan het doen? What the fuck? Ik zit een beetje vast. Die heb ik niet over nagedacht namelijk. Oké, we pakken sowieso eventjes die crowbar. En we gooien wel eventjes een raampje in hem. Van een deur die we toch niet... Van een sleutel die we toch niet meer gebruiken. Huppakee. Oké, wegwezen, 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 wegwezen. Oh, hij staat erboven. Hé, hey, buurman, wat wil je doen dan? Wat wil je doen dan? Oké, laten we dit heel snel... Hij gaat weer puur suicide. Mag ik je inhuren? Ik heb een buurman. Ja, nee, nee, nee. Er is maar één buurman die... Waar ik op gefocust ben. Nee, 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 nee. Dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Doe weer Benny en de inkmachine. Dat kan nog niet. Deel 3 is nog niet uit. Hij komt wel deze maand uit. Dus abonneer alvast. Oké, we moeten even goed wachten, man. We moeten even goed wachten. Die buurman is zo vervelend. Wat voor reactie zag ik? Zonder de... Ronald zonder edits. Lol, dat is echt heel anders. Ja. Ja, yeah, I know, right? I know. Oké, we moeten eventjes wachten. Want ik kan die deur namelijk al openen. Dat is het probleem. Ik kan hem gewoon al openen. Laat hem heel snel doen. Laten we het heel snel doen. Heel snel. Oké, hij loopt daar. Oké, go. Voordat de buurman komt. Want eigenlijk kunnen we al nu naar binnen. Maar we moeten een aantal abilities doen. We kunnen namelijk ook crouchen. Dat we in die supermarkt zitten. Want dan kunnen we namelijk crouchen. Dan ziet de buurman op een of andere manier niet. Maar we moeten sowieso double jumpen. Oké, dus wat we nu gaan doen. Moet ik even nadenken. Want de meeste hebben we nu al gehad. We kunnen eventueel die treintje starten. Die monorail. Of die metro. Want dan kunnen we namelijk hierboven komen. Maar dan hebben we sowieso die gramophone stone. Die moeten we eerst even pakken. En ik weet hoe we aan eentje komen. En die is echt super lastig. Dus dit gaan we super snel doen. Ah, dan moet ik wel volgens mij weer in die secret. Oh my god! Die son of a bitch! Son of a bitch! Dep op de buurman! Die verdomde buurman! Open de zaal. Nee, we gaan niet weer de zaalpakdeur doen. Ik wil geen strike. Ik wil geen strike. Je moet de buurman wegtappen. Maar die abilities heb ik dus nog niet. Zo. Laten we dit weer doen, jongen. Hoe kan hij me zien? Hoe kan hij... Redden voor je zakgeld. Ja. Vol dit, buurman. En daarboven is die hele grote mannequin. Huh? Oei. Oh, shit. Die sleutel had ik nodig. Oh, nee. Nee, nee. Waar gaat die sleutel heen? Oh, nee. Kom hier, sleutel. Kom, sleutel, sleutel. Kom, 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 kom. Doe niet zo vervelend, man. Oké, there we go. Oké, de
heeft ons gezien. Liepen we nou gewoon langs de buurman? Ja. Doe een stream dan Roblox. Nee man, nee. Roblox heb ik een uurtje al genoeg. Sorry voor de fans. Waar is die rode sleutel eigenlijk? Volgens mij... Waarom weet ik dat niet meer? Oh ja, dan moeten we dat wapentje hebben. Dan moeten we straks... We moeten straks sowieso al die mannequins vinden. Man! Dit gaat zo rot worden. En we moeten eerst eventjes naar boven doen, zodat ik even alle deuren kan unlocken. Die verdomde buurman alweer. Ja, die verdomde buurman, jongens. Die verdomde buurman. Go. Go. Je moet weer een keer Minecraft doen. Minecraft is wel leuk, maar ik wil het eigenlijk niet te vaak doen. Oké, alle deuren zijn geopend. We hebben sowieso deze nodig. De paraplu. Want die is super chill. En die mag ik niet kwijtraken. En wat we nu eventjes moeten doen, om een wapentje te krijgen, moeten we alle mannequins vinden. Maar het probleem is, ik weet niet meer waar ze liggen. En we moeten alles... Oh ja, we moeten ook nog alle stukjes taart vinden. Ik weet gewoon niet meer waar ze liggen. Fucking hello neighbor. Ze hebben het zo overdreven lastig gemaakt. Wat gewoon later gewoon nergens meer op slaat. Oké, maar... Ik denk dat we het beste eventjes die monorail kunnen starten. Oké, die stoel bukt eindelijk een keertje niet. Of... Ja, we gaan voor die gramophone. Hup. Hup. Ook al hoeven we daar eigenlijk... Oh, fuck you. Ja, we moeten daar volgens... Hey buurman, wat doe je doen? Oké, die buurman gaat nu weg. Hij gaat nu op mij af. Boven ligt er een pop. I know, man. I know. Oké, there we go. Wat we moeten... Nee, 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 nee. What the fuck? Gebeurde hier? Wat gebeurde daar? Oh, nee. We moeten hier namelijk snel heen. Hoe komen we hier ook weer in? Ik heb die wereldbol nodig, namelijk. Hoe deed ik dit? Ja. Oh, wacht. Hij gaat naar beneden. Hij gaat naar beneden. Dit moet pure luck zijn. Maar kan ik... Ronald, doe een survival... Nee, man. Nee. Oké, kom. Kunnen we niet glitchend pakken? Oké, we moeten dus een manier vinden om dit te openen. Ben je ook live op Twitch? Nee, nee. Even kijken, hoe doen we dat ook weer? Dan moet ik het stroom even uitzetten namelijk. Laten we dat eventjes doen. We gaan even het stroom uitzetten. Die fucking buurman, man! Mag ik je inhuren? Nee, ik zei dat... Oh shit, de buurman is er, de buurman is er, de buurman is er, de buurman... Stroom moet uit, dat was het inderdaad. Stroom moet uit. En hij gaat hem nu weer aanzetten, omdat hij zo vervelend is. Hoe gaat het trouwens met jullie? Hij ging omlaag, hij ging een klein beetje omlaag, ja, oké. We kunnen nu deze kant weer, hoor. Zo. Gaat hij hem nou weer aanzetten? Oké, hij heeft hem niet... Wacht eens even. Komt hij naar boven klimmen? Nee, zo te zien niet. Oké, chill. En kebab! Nou. Fuck. Kebab! Want we kunnen hier nu nog... We kunnen hier nu toch heen. Zo. Laten we nu eventjes snel kijken naar boven. Goed hoor, met de ja, met mij gaat. Ben je op een keer... Ah, ik ben nat! Die fucking buurman, man. Zo. Hoe werkt dit ook alweer? Weten jullie dit ook alweer? Ronald cheat niet, hond. Waarom cheat ik? Ik cheat niet. Zo, even kijken. Er moet hier wel een manier zijn om er doorheen te komen. Oh, 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 hij ging omlaag. Dit is dan pure luck, jongens. Dit is pure luck. We moeten gewoon afwachten. What the fuck? Wat? Hoe kom... Sinds wanneer is die dude zo fucking slim? Sorry, ik ben triggered. I know. Je loopt voorbij taartstukken. Oh ja, we moeten ook nog op zoek naar taart. Ik weet... Oké, hij is daar, hij is daar, hij is daar. Want we hebben die wereldbol namelijk nodig. We hebben hem nodig. Oké, hij gaat nu die kant om naar boven. Maar geen flauw idee wat hij hier gaat doen. Waar is die dude? Hij liep hier net langs. Oké, dan ga ik even deze kant op. Oké. De buurman, even kijken. Ronald cheat niet. Stop in de kast. Ja, maar hier is nergens een kast.
Even kijken. Als jullie mij gebruikten... Oké. Er was een knopje op bij het hek. Ja, maar dit knopje werkt niet. Dit knopje werkt niet. We moeten dus eigenlijk wachten. Want deze worden volgens mij getriggerd. Deze worden getriggerd met die appelschieters. Heeft hij me weer gezien? En anders vraag ik me af hoe. Hoe? Kun je een keer een edit? Nee, sorry. Ik ben heel erg sceptisch als het gaat over editing. Klinkt misschien heel arrogant of wat dan ook. Je kan toch vliegen? Ja, maar ik kan vliegen. Dan hoef ik namelijk alleen op 2 te klikken. Kijk, kan ik vliegen? Maar... Oh. Moet ik eigenlijk niet doen, want die staan getriggerd op mij. Ik kan vliegen. Ik kan vliegen, maar dat wil ik eigenlijk niet. Want dat vind ik echt heel lame namelijk. Alleen met secrets! Alleen met secrets! Oh, hij gaat omlaag! Hij gaat omlaag! Hij gaat omlaag! Hij gaat omlaag! Nee, man! Hij was omlaag! Moeten we hier echt gewoon wachten totdat hij omlaag gaat? De vorige keer kon ik er gewoon meteen doorheen en dacht ik dat het vast zat. Oké. Hij is hier, hij is hier. Oké, wachten. Go, we hebben hem. We hebben hem. Applausje. Mag ik een applausje? Die verdomde wereld, jongens. Oké, we gooien een ruitje in. Want deze wereldbol hebben we namelijk nodig. Want dan kunnen we namelijk zo'n gramophone pakken. Oké. Ah! Oh, hoe hebben we dit overleefd? Zo'n snelle reactievermogen. En deze moeten we nu in de vriezer stoppen. Oké, kom heel snel even in de vriezer stoppen. Of koelkast. Ja, we stoppen hem in de koelkast, jongens. Kijk. Huppakee. En dan moeten we straks eventjes naar een kamertje toe. Waar we die kunnen plaatsen. Thanks voor de applaus, jongens. Jullie zijn mijn bro's. Oké. We gaan hem nog ietsje lang hier... Oké, we gaan dit heel snel doen. We moeten dit super snel doen. Voordat hij weer... Gaat, hoe noem je dat? Gaat smelten. Moet ik even kijken welke kamer het ook weer is. Niet deze. Snel. Volgens mij was deze kamer. Volgens mij wel. Even kijken. Go. Ja, we moeten hem dan hierin plaatsen. Kijk. Ja, en dan kunnen we nu... En dan kunnen we nu die gramophone pakken. Ah... Het is zo donker, man. Dat ik gewoon echt bijna niks zie. Ronald, doe een ander spel. Nee! Ik krijg zo vaak de vraag, Ronald, speel Hell and Heaven. Speel ook voor jullie Hell and Heaven. Oh, de trap. De albekende fucking trap die gebeurd is. Ben je live op YouTube? Ja. Zit ik hier vast? Go. We moeten namelijk nu helemaal naar boven. Roep je moeder. Nee. Kijken. Ik moet nu zelfs op OBS kijken omdat het te donker is. Ik heb eigenlijk zijn zaklamp nodig. Oké, there we go. Nu is alles bevroren. Waarom is het niet bevroren? Is het gesmolten? Ah, man. Ik ga even suicide plegen. Ik vind het veel te donker. We drukken even op restart. Het is echt veel te donker. Ik zag jou laatst. Nice. Ik jou ook. Denk ik. Ik denk dat we hem inderdaad weer eventjes in de diepvries moeten doen. En dan super snel zijn. Wil je paspoort doen? Nope. Het is waarschijnlijk gesmolten inderdaad. Want hij wordt dan namelijk... dan wordt dat boven dat ijs. Ja. Ik zag een taartstuk. Later ga ik op zoek naar taartstukjes, jongens. Hoppakee. Thanks, paraplu. Thanks for saving me. What the fuck? Heeft hij die dingen daarboven weer aangezet? Oké, dit gaan we gewoon heel snel doen, want hij is toch slow in lopen. Ik klim en kom! Oh, het is best wel sad om dit te zien, hè, jongens. Waarom wil die slecht in zijn hele leven? Ik ben eigenlijk niet slecht, maar ik moet weer even bijkomen. Want ik heb geen flauw idee ook weer waar we naartoe moeten. Oké, boep. What the fuck? Paraplu, waar ga je heen? Paraplu! Man! Oké, hij komt naar boven. Waar was ik ook weer mee bezig? Ja, ik was bezig met die ijs-ding. Go. Want we moeten hem dan namelijk weer even bevriezen. Go.
Die verdomde buurman, hè? Is hij ja, dat is het dus. We moeten super snel zijn. Oké, laten we naar beneden springen. Huppakee. Kan je zoutpak spelen? Misschien next time? Godverdomme die man. Waarom deed... Wat stond hij achter die deur, man? Ah! Hoe lang heb je het niet meer gedaan? Best wel lang. Ronald, oplossing. De chat gaat te snel. Mag ik je induwen? Hey, ik heb al geantwoord op dat induwen. Oké. We moeten even rustig blijven. We gaan naar... Wow. We gaan namelijk eerst die gramophone pakken. Dan gaan we alle mannequins. Taartstukjes. We doen eerst de mannequins. Want die zijn wel simpels. Want dan moeten we namelijk daar helemaal naar boven. Bij je huis is ook een koelkast. Echt? Oh, wauw. Echt? Waarom heb ik hier nooit aan gedacht? Waarom heb ik hier nooit aan gedacht? Thanks voor de tips. Oké. We doen even de radio aan. Oh, hij bevriest dan ook echt. Oké, we doen hem even langer in. En hij is uit? Waarom is hij uitgegaan? Oké, there we go. Run! Run! Oké, go, 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 go. Als hij nu weer smelt, hè. Ik word zo pissed. En als we de buurman tegenkomen, ga ik echt huilen. Hij is hier wel ergens. Hij is hier wel ergens. Hij weet dat ik hier ben geweest, dus we doen dit snel. We plaatsen... Fuck, kom op. We plaatsen dit erop. Zo, huppakee. En dan kunnen we het nu halen, kom. En dat duurde ook veel te langzaam, omdat die ding was gebeurd. Kijk, komt dat door dit bananenschildje? Het komt door het bananenschildje. Je moet de wereldbol erin klikken met je muisknop. Volgens mij maakt dat niet zoveel uit. Volgens mij kon je er gewoon inleggen, zoals ik weet. En anders bied ik mijn excuus aan. Ik moet mijn excuus aanbieden. Moet het dus klikken? Waar jij het dus over hebt? Oké, good to know. Laten we langzaam naar beneden gaan. Oké, daar we go. Oh, wat een gedoe, jongens. Wat een gedoe. Hij is net niet gesmolten. Oh, we moesten hem wel erin klikken. We moesten hem dus wel inklikken. Misschien... Nee, we gaan het nog één keer proberen. Thanks voor je tip trouwens. Thanks voor je tip. Want dan weet ik namelijk dat het nu moet. Waarom ben ik dat zo vergeten? Bij dat taartje... Oh! Ja, buurman, ik zag jou ook! Hoezo GT5? Dat spel 5... Oké. Zelf wel. Oké, de buurman is daar. Maar we bedoelen het weer in ons eigen huis. Dat was zo'n mooie tip. Wanneer komt er een nieuwe hele... Ik denk pas in december. Zo, die plaatsen we hier weer even in. Dan wordt hij namelijk ijs en dan kunnen we het eindelijk halen. Dit wordt een 24... Nee, dacht het niet. Dacht het niet, jongens. Oh shit, daar staat de buurman. Die buurman is zo vervelend, man. Dit moeten we nu heel sneaky doen. Speel Albo met je kijkers. Nee, Albo is dood. Niemand speelt met Albo. Heb je al gelijk? Like me. Oké, waar gaat de buurman heen? Ik denk dat we dit weer heel snel doen. We gaan dit heel snel doen. Heeft hij me niet gezien? Jawel, hij heeft me gezien. Hij heeft me gezien. Hij heeft me gezien. Dus we moeten dit super snel doen. Ik denk dat hij me zo wel kwijtraakt, hoor. Hij is me kwijtgeraakt. Ja! We hebben hem erin geplaatst. En dan moeten we het nu kunnen halen. De bal mag niet smelten. Oké, I knew. Dat weet ik langzamerhand. Ah, nee! Fuck you, buurman! Fuck you! Oh my god, ik heb zoveel geluk. Zit hij achter me aan? Oh nee, zo te zien niet. Waarom is dit zo... Die trappen zijn zo vervelend gedaan, ouwe. Ik heb hem erin geklikt. Maar het is nog steeds water. Fucking raar dit. Ik heb hem... Letterlijk toch goed gedaan. Ik heb toch... Letterlijk goed gedaan. What the fuck? Hoe heb ik dit ding dichtgekregen? Je moet bij die dag... Ja, I know. Maar ik wil eerst even dit halen. Oh, ik sta voor lul als ik dit niet haal. Ja... Hé, maar ik heb hem erin geplaatst. Dat is het probleem dus. Ik heb hem erin geplaatst, maar er gebeurde niks.
Hij is gesmolten. I know dat hij gesmolten was. Maar nee, hij was niet gesmolten, want er zat nog ijs aan. Ga naar de trap, daar ligt een stukje taart. Zoals ik zei, ik doe straks de taart. Ik wil eerst even die gramophone hebben. Anders ga ik cheaten hoor, jongens. Cheaty doodles. Als de buurman achter staat, deze bijna ga dan in de kast. Thanks. Onder het water zit een gang. Ik denk, ik heb het gevoel dat het spel geglitcht is. Want heel veel zeggen mensen, minst zeggen nu glitch. Kan. Is het een glitch? Hij moet er wat langer in. Oké, we wachten wel eventjes. We wachten wel. Hoe gaat het met jullie? Cheers. Cheers. Die... Hoe oud ben je? Ik ben 21. Is het nu goed? Die hele koelkast wil gewoon niet eens... Oh ja. Oké, als het nu niet lukt, hè. Als het nu niet lukt, doe een naamrondje. Gaat lastig met... We lopen nu namelijk wel slow. Oh nee, er ligt hier zo'n ding. Kom op, val erop. Ja, thanks. Kooi je paraplu. What the fuck? Ik raak zo zoutig. Er is een kans dat ik rage quit. Een hele grote kans. Ik denk dat ik hem nu zo lang in... What the fuck? Ik vlieg? Wat? Oh, dat komt omdat ik net van camera ben geswitcht. Smelt hij nu onder? Volgens mij smelt hij niet meer, want ik kan niet meer snel lopen. We gaan het simpeler doen, dit. Ik weet niet of die nu smelt. Doe hem opnieuw de koelkast. Volgens mij hoeft dat nu niet. Kijk. Want zo te zien smelt hij. Oké. De fucking buurman, man. Zo, deze droppen we weer in. Je hebt een tof kanaal, thanks. Ga je dit ook zo meteen uploaden? Ik weet het niet. Ik ben nu al 40 minuten live en er is nog niet zoveel gebeurd. Maar dat komt omdat we deze wel heel lastig hebben gemaakt. Het moet water zijn, ik zeg water. Waarom moet het water zijn? Als ik weer gooi hem dan in het water. Oké, ik vertrouw jullie daarop. Ik vertrouw jullie daarop. Ik zal hem in het water gooien. Waarschijnlijk zal er niks gebeuren. Waarschijnlijk zal er helemaal niks na de noppers gebeuren. Maar ja, jullie zeggen het. En ik vertrouw op jullie woord. De radio geeft tips, oké. Kom op, naar boven klimmen. Fucking trap, man. Zo. There we go. Vertrouw ze niet. Kijk, er gebeurt niks. Oh. 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 Nu ben ik de hele aardbol kwijt. Ik ben... Er gebeurt dan niks. Zou ik hem cheaten pakken? Want ik weet het echt gewoon niet. Zou ik hem cheaten pakken? Ik doe het gewoon. Oh. Oh nee. Oh shit, jullie zullen... Oh, er gebeurt nu niks hoor. Hij moet gebeurd zijn. Dit moet... Sorry jongens, jullie zien mij nu. En... Nu niet meer. Hey. Ik heb hem! Legit! Oh! Sorry jongens. In opnames doe ik dat nooit. Maar dan is het nu eindelijk tijd om naar boven te gaan. Om dat ding te activeren. Zo. Dan moet even kijken waar we ook weer naar beneden kunnen. En we moeten die andere even proberen te vinden. Dan moeten we even op het rails belanden. Maar dat kan. Is mijn beeld trouwens ook geglitcht dat hij denkt dat ik nog dronken ben of zo? Ik denk het wel. Dus we doen even restart. Ruil zegt sterren. Sterren. Alsjeblieft. Zo. Dan is het nu eindelijk tijd om die deur te openen. En dat gaat echt een klote weg. Wat is er met deze stoel gebeurd? Wat de heck? Zo. Dan gaan we deze kant weer op. We springen hier naartoe. En dan gaan we hem zo even activeren. Deppens. Nee.
God, dit gaat weer een hel worden. De albekende stoel, jongens. Hupkee, die banaan gooien we weg. Oké. Oh nee, glitch. Oh nee, nee, nee. Kom op, sinds wanneer komt die fucking buurman? Oké, we sluiten het poortje gewoon. We gaan dat poortje nu gewoon sluiten. Die fucking verdomde buurman. Die verdomde buurman, jongens. Zeg het allemaal maar. Die verdomde buurman. Wij gaan dat ding sluiten. Wij gaan dat ding gewoon echt sluiten. Want ik wil niet meer dat hij naar die secret kan. Zo. Mijn gramophone. Wat gebeurt hier allemaal? Okay. Hij gaat daar niet meer komen. Ja, thanks voor die verdomde buurman in de chat. What the... Fucking hell. Oké, okay, maar hij is nu eindelijk gesloten. Dus voor hem is het nu lastiger om daar te komen. Ja, die verdomde buurman alweer. En dan komen we nu eindelijk verder, man. We kunnen nu gewoon eindelijk verder komen zonder dat die dude irritant is. Ik raak er echt gewoon bloedzagrijnig van. Maar dan is het straks nu tijd om mannequins te verzamelen. Yes, waar is die stoel heen? Die stoel is gewoon compleet verdwenen. Oké. Okay. Zo, boom. Dit gaat weer een hel worden. Ik hoop dat ik genoeg dozen heb om dit te doen. Want dan kunnen we hem namelijk activeren. Hier zit meestal mijn meeste tijd in mijn video's. Gewoon om dit te fixen. Hè? En dan hopen dat niks valt. Ik heb 1 miljoen gedoneerd. Nice. Ja, ja, dat wil ik niet eens in beeld. Zo, dat is ons schijnpje. Niet vallen, ik zweer het. Want die stoel is in één keer verdwenen. Of die moet hier ergens zijn en dat ik het gewoon niet zie, die grote stoel. Hop. Misschien kunnen we het nu al halen. Oh, fuck. Ja, 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 go, 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 go. Heb ik een doos te weinig? Ik heb een doos te weinig. Jullie zijn allemaal stoep. Oef. Ah. Mooi taalgebruik. Oké, nu gaat het lukken. Oké, go. Hupke. Kom fucking. Kijk vaker in de chat. Ik kijk al vaak genoeg in de chat. Hij is wel naar me op zoek, hoor jullie dat? Je paraplu, ja, ik fix straks wel even mijn paraplu. Want die, die kan ik nu namelijk gewoon pakken. Hoop ik. Hoop ik. Kom op, net. Oh, oké, ik pak hem zo wel. Hé, mag ik een applausje in de chat? Kunnen we eindelijk dit rotding starten? Zo, en kabam! Go! Ik zeg go! Ik zeg go. Is het spel weer gebeurd? Oh. Waarom is het zo vaak gebeurd? Ja. Wat? Oh, misschien dat hij nu start. Kutspel. Jullie moeten nu mijn ergernis snappen. Mijn ergernis. Mijn ergernis als ik dit spel speel, hoe glitchy dit fucking ding is. Ik hoor een Hitler. Oh, oké. Ja, die is hier ondergedoken. Wat? Waar is die dude? Waar is die dude? Hij heeft me gezien. Ah! Dat was een echte jumpscare. Sorry guys, ik moet eventjes wat doen, want ik wil even kijken... Oh. Ik wil eventjes kijken of het niet gebeurd is. Oh god, hey jongens. Ik wil eventjes kijken of dit niet gebeurd is, want het is echt voor mij gebeurd.
Want ik heb geen zin in een nieuw game namelijk. Oh, hij is gebugged. Hij is gewoon gebugged. Waarom moet dit nou weer buggen? Weet je wat dan het ergste is? Weet je wat dan het ergste is? Ik weet nu niet of ik een nieuw game moet doen. Dit heb ik nu zo vaak gehad in de opnames. En anders ga ik zeggen, iets anders doen. Zo. Dit ligt weer echt aan die verdomde buurman, hè? Die fucking buurman. Of komt het... Nee, het stroom staat aan. Want anders ben ik echt dom. Laten we even kijken beneden. Kijken of het stroom aanstaat. Zo, go. Volgens mij staat het stroom. Werkt het nu? Ja, het moet nu werken. We moeten het super snel doen. Oh! Oh! Dat is het dus. Ik had de stroom niet aan. Oké, okay, go. Hij weet dat ik er ben. Hij weet dat ik er ben. Go. Go. Ja. En we hebben het gehaald. Hè? De planken staan in de weg. Ja, maar die maakt het dus kapot. Oké, okay, go. Ja, yeah, hell yeah. En dan moet het nu werken. Hé, hey, dat was het dus, want hij is nu weg. Halleluja. Oh. Fucking hell. Nee, mijn paraplu! Nee! Maar we kunnen nu via een andere manier naar boven gaan. Daar ben ik blij mee. Oh, for fuck's sake, man. For fuck's sake. Hoe kom ik aan een paraplu? Iemand gaf me net een donatie. Met erop. Je raakt sowieso je paraplu kwijt. Ja. Zoals altijd. Zoals altijd. Rip de paraplu. Maar ik weet hier waar hier nog een paraplu ligt. Volgens mij moet hier ergens nog een paraplu liggen. Hop. Of hierboven sowieso. Hoop ik. Even kijken. Is hier een mooie paraplu? Oh my god. Hop. Die kan je krijgen. Oké. Okay. Ik had die paraplu net ergens gegooid. Maar waar? Hoezo kun je de donaties niet zien? Donaties zie ik gewoon hoor. We staan hier gewoon bij. Misschien dat mensen... Nee, nee. Oké, okay, there we go. Oké, geef me even, oké? We kunnen nu sowieso verder. Daar ben ik blij mee. Ja, maar als ik de camera's... Oh, wacht eens even. De camera's kan ik natuurlijk hierboven uitzetten. Goeie persoon die dat als tip gaf. En hier ligt trouwens een stoel. Op een of andere... Oh. Oh, nee, mijn cremefoon ligt beneden. Zo, dit doen we even zo. Huppakee. Hier moet ergens een paraplu liggen en die is verdwenen. Waar ligt die fucking paraplu? Hier? Daar ligt die, daar ligt die! Snel voordat die dude naar binnen komt! Oh! Oh, hij is er! Hij is boven! Oké, okay, waar ligt die gramophone? Je bent slecht! Speel het zelf! Oké, okay, ik maak het zo even licht. Nu is het namelijk licht, kan ik namelijk even wat meer zien. Oké. Okay. Kun je eindelijk weg? Heeft hij nou een natte broek? Waarom gaat de buurman naar boven? Ronald, zeg mijn naam, please. Lucas. Zeg poepjes laten. Poepjes laten, alsjeblieft. Die verdomde buurman, doe je GTA? Nope. Doe ik later misschien als video. Doe een andere alfa. Nee, die zijn makkelijk. Hier zit tenminste wat actie in. Wat doet die?
Hij deed pure suicide op mij! Dat heb ik nog nooit gezien bij hem. Fucking buurman. Ron, zeg mijn naam, please. Ik zag je naam niet meer omdat het te snel ging. Komt hij naar boven? Nee. Oké, nu komt het lastigste gedeelte. Dit is echt het lastigste gedeelte. Oh shit, ik ben te hoog. Hier proberen op te komen. Dan moeten we heel snel instappen. Moeten we er weer uitspringen. Oké, daar is hij. Maar ik doe even snel dit ding dicht. Oké, de buurman komt eraan. Fuck, die ding is al weg. Oh shit, zus. Zeg niet dat hij achter me aangaat. Wat? Oké, ik span hierin. Waarom niet? Waarom niet? Oh, Jesus. Get wrecked, buurman. Zeg allebei even get wrecked, buurman. Get wrecked. Oké. Nu kunnen we... Even achteren. Kunnen we dit ding hier stoppen? Stappen we eruit? Als dat lukt weer, want dit is altijd buggy as fuck. Kom. Ik moet hier uitkomen, maar dit is altijd zo glitchy. Bam. Oké, daar heb ik dit. Go. Ga ik ook even mijn paraplu pakken. Oh nee! Oké, ik weet niet waar mijn paraplu is. We kunnen nu sowieso verder. Maar ik wil eerst even wat suicide plegen. Buurman, maak het even weer even het licht. Gebruik de kasten iets meer. Ja, I know. Oké, there we go again. Oké, hij gaat naar boven. Kan ik namelijk... Hier eventjes mijn schild. Mijn paraplu pakken. Volgens mij is dat hier. Of niet? Laten we even kijken. Oké, kom even terug. Oh nee, het is hier beneden gewoon. Kijk, hij is namelijk gewoon hier. Oh, verkeerde kant. Hij is namelijk gewoon hier. Hé, hey, we hebben de paraplu weer. Yeah! Stop met YouTube. Sure. Oké, man. Voor jou doe ik het. Oh shit, 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 shit. Ga erin, ga erin. Oh shit. Hoe was het in Antwerpen? Saai. Sorry, Game Mania. Oké, we kunnen nu verder. Je hebt echt een super mooie trui. Thanks, heilige plotvis. Koop het op het gameportaal.nl. Hè? Oké, wat we nu gaan doen. Is dit. Kom, even dicht doen. Zo. Dan kan die buurman hier niet meer komen. Maar nu komt het meest. Hoe deed ik dit altijd? Ik heb dit hele ding niet nodig. Bedenk me nu, die dozen. Want ik kan het gewoon. Zo doen. Finally. Oh, dan kunnen we nu eindelijk sexy mannequins zoeken. Oké, we moeten even dat irritante liedje aan doen, hoor. Hey! Auw! Klap, klap, ding. Get wrecked, buurman. Ik kan het wel vasthouden. Zo. Al die plantjes gaan dood, hoor. Zeg Owen. Owen. Ah, oh, heerlijk dit. Heerlijk. Vol gehaald. Zo.
dak herrie, jongens. Ik kan het pas ophouden als het geluid gestopt is. Zo. Het klinkt net als Jeremy's hand. Wat? Ja, I know dat het een kutgeluid is, maar het moet. Eindelijk, dan is het nu namelijk tijd om eindelijk, ja, om eindelijk die mannequins te pakken. Dit duurde me gewoon al een uur, hè. Dat zegt wel weer, besef al eventjes met opnames, hoe lang ik bezig ben met één opname. Zo. Oh, fucking hell. Ja. Hier is de mannequin die we nodig hebben. Eén mannequin zit namelijk, even kijken hoe we dit gaan doen. Eén mannequin is namelijk hier ergens verstopt. Ja, voordat we naar beneden gaan, moet ik dit ding wel hebben. What the fuck? Eén ding is hier beneden, maar het probleem is, die krijg je niet zo makkelijk. Je moet dat ding daar kapot maken. Daar zie je die mannequin. Maar hoe gaan we dat doen? Misschien kunnen we er tegenaan leunen. Wens me succes, jongens. Hoe lang duur je over editen? Best wel lang. Ik denk wel 6 tot 7 uur per video. Oké, there we go. Fuck je. Yeah. Gooi we deze machine geweer. Is dit serieus? Is dit serieus? Oké, maar we kunnen daar nu wel sowieso makkelijk boven komen. Dus wat we eventjes gaan doen, we kunnen op een of andere manier, kunnen we vanaf hier... Gooi wel even deze theepot tegen die ruit aan. Kijk, dat gaat ons gewoon lukken. Hey! Zo, en nu komen we daar tenminste wat makkelijker. Dit gaat nu easy peasy worden. Als we dit hebben gehaald, gaat de buurman weer naar boven? Natuurlijk, ik heb dat ding weer dicht gedaan, dus ik moet wel hier langs. Zo, dan doe ik straks weer dat ding open. Dan neem ik wel de risico dat de buurman naar ons toe kan komen. Zo. Huppakee. There we go. Dan moeten we deze kant op lopen. Het denkt trouwens dat we nog 1600 mensen hebben. Jullie hebben met een uur zien boos worden. Maar nu komt het ergste. We moeten er weer op proberen te komen. Maar ik ga dat... Ik kan dit... Wat zie je achter ook weer? Oh ja, dan kreeg je zo'n glasbol. Oké, dit gaat lastig worden. Ik ga wel dit ding hier weer open doen. Zodat ik hier... Oh ja. Dat moet wel via de trap. Oké, there we go. Oh, jullie moeten blij zijn dat ik in de fucking video's knip, jongens. Helemaal als het spel zoals dit gewoon even niet meewerkt. Laat je huisdieren zien, maar dan moet ik naar beneden, heb ik geen zin in. Oké, we klimmen, we gaan weer naar boven. Het gaat nu gaat het makkelijk worden. Je weet de weg in het huis van je buurman of zo goed of woon je hier. Ik weet het zo goed, jongens. Ik weet het gewoon zo goed. Ik ken de buurman dus, die verdomde buurman, jongens, hè. Die fucking buurman. Want soms is er namelijk ook een springglitch. Dan springen, maar dan springt hij niet in-game. Nou, GG, dit. Die verdomde buurman, hè? Jij bent dit 100%. Waarom ben ik een slak? Waarom ben ik een slak? Nee, ik heb... Oh, shit. Maar ik moet toegeven, ik heb in een uur meer gedaan... Dit uur dan de afgelopen aflevering, hè? Besef. Oké, kom. What the fuck, man? What the fuck, man? Deze is een beetje leuk, dat je niet kan knippen. Ja, man. Daarom ben ik blij dat ik een edit-YouTuber ben. Dat ik in mijn video's edit. Hoe lang ga je nog door? Weet ik niet. Ik wil sowieso dit eventjes halen. Dan moeten we al die mannequins vinden. Wat ook zo... Oh.
Wat ook super zuur is. Ruil staat het. Ik ga sowieso één mannequin denk ik daar straks even droppen. Want ik heb straks dan namelijk twee... Nee, kan ik beter eerst even deze pakken. Ik weet dat de buurman achter me aan zit. Oké, voor de laatste keer dan kleiner dan drie. Yo Gino, thanks voor je donatie man. Thanks voor je support. Kleiner dan drie. Oh nee. Ik zeg niks. Nee, ik zeg niks. maar thanks voor je support Gino, je bent echt een held. Dit is echt... Yo, oh my god. Ben je zo blij dat ik in mijn fucking video's edit. Ik ga die mannequin even afdroppen. Dat was nu gewoon mijn bedoeling. Ik weet dat dit pijnlijk is om te zien. Daarom vind ik... Maar ik wou dit gewoon halen. Ik dacht, dit is veel simpeler. Maar ik neem het eerlijk gezegd terug. Want het is best wel lastig. Laat ik die andere mannequin dan ook even pakken. Die hierboven ergens staat. Zoals ik weet. Die staat daar. Daar moeten we ook eventjes naartoe. Dus... Dan gaan we eventjes het geheime poortje weer openen. Ronald, bij mij zijn er geen dozen meer. Dan moet je restarten. Niet de game, maar je kunt gewoon de shit restarten. Oh, kom hier paraplu. Waarom gebruik ik jou om te gooien? Moet ik echt niet doen. Oké, we pakken lijm. Oh. Kleiner dan drie, 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 kleiner dan drie. Ja, thanks Gino. Dat is precies wat ik bedoelde. Godverdomme. Oké, hoe kom ik daar boven ook weer? Ik moet daar even komen. Dan kan ik best via de rails even weer gaan, ja. What the fuck? De buurman is hier. Oké. Okay. Maar thanks voor je donatie, Gino. Motherfucker. Zeg niet dat hij weer naar boven gaat, hè. Nee. Gaan we nu heel snel dit doen. Dan gaan we zo eventjes die ding proberen te pakken. Die mannequin. En die gaat makkelijk worden. En we kunnen dan ook gelijk even die gramofoon pakken. Die gramofoon lag hier beneden. Dan kan ik beter daar eerst op focussen. Want daar heb ik die sowieso. Ook al heb je die groene niet echt nodig, bedenk me nu. Dus ik kan me beter focussen op die mannequin daar. Oké, there we go. Dan moet ik even bedenken waar die andere mannequin is. Zo, deze pakken we even. Was er niet eentje hierboven? Kijk, voor mij was hier ook eentje boven. Maar we gaan daar nog niet op focussen. Oké. We springen hier gewoon naar beneden. Dat is mannequin nummertje 2. Nog 2 te gaan. Zeg Blobvis. Nou, Blobvis. Oké, waar was ik net mee bezig? Ja, ik was... Oh. Ik was bezig om op de top te komen. Om die ene mannequin daar te pakken. Maar ik ben dood gegaan. Want dat moet ik sowieso niet vergeten. Moet ik even weer dat raampje daar bovenin gooien. Dat doen we even met deze emmer. Heb je alle taartstukjes al? Nope. Die moet ik straks ook even doen. Boom. Mooi gooi. Zeg Coco. Wat doet die buurman hier continu? Ik kan nu niks. Kan ik niet op wat op hem gooien dat hij pure suicide gaat? Dat hij doodgaat? Laat het proberen, kom. Voel dit, buurman! Oh shit. Hoe heb ik dit... Gaat hij naar beneden springen, denk je? Is hij daar weer gebeurd? Is dit... Hij komt naar beneden! Oh shit. Oké, gooi een doos op hem. Oké, snel! Nou, dat was een mooie verrassing. Nu moet ik weer daar boven zo'n ding kapot maken.
Ook al leer je dit ergens in de latere game, maar ik kan dit nu al zo... Bam! Zeg dat kijkers min... Nee. Oh. Dit was echt heel achterlijk. I know. I know. Zo. Pak een verrekijker. We gooien daar weer tegenaan. Dan kunnen we nu eindelijk naar boven. Veilig naar boven. Zonder te falen. Je hebt mijn leven gehad. En als ik nu val, hè. Als ik nu val, vlieg ik gewoon, hè. Vlieg ik gewoon. Ik ben helemaal zat. Ik ben echt heel aangebrand. Oké, daar heb ik hè. Boep. Oh. Oké, dit doen we even opnieuw. Blobvis ruikt lekker. Ja, bescherm de blobvis. Ik weet niet of deze stream... ik weet niet of deze stream online komt trouwens. Omdat het echt zo slecht gaat. Okay. Boom! Ja, eindelijk man! Eindelijk! Eindelijk! We hebben bijna alle mannequins. Oh! En dan moeten we straks al die taartstukjes nog vinden, man. We kunnen dit ook ergens alvast doen. Heb ik iets wat ik hier naar beneden kan gooien? Nee, laat ik maar niks naar hier naar beneden gooien nog. Ingooien. Kom op. Ja. Maak de buurman dood. Ja, ik kan ergens met één knopje kan ik de buurman weghalen, maar dat doe ik echt niet. Oké, we gaan voor de zekerheid hoog staan. Dit gaat waarschijnlijk eeuwen duren. Ik zeg het, maar ze hebben de hele nebel echt lastig gemaakt. Deze slaat echt nergens op hoe lastig het is. Deze keer had ook heel veel negatieve reviews. Apple of Samsung? Ik heb zelf Apple, maar ik vind Samsung ook wel chill. Ik heb alleen Apple met... Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Kom op! Kom, pakken, pakken, pakken! Ja! Ja! Eindelijk! Wat is dit? Oh, we hebben weer zo'n Unreal. Kan ik hier wat opgooien? Dat klinkt niet goed. Huh? Huh? Pak deze spier. Heb ik het. Alles gaat weg als ik hem daarin gooi. Oké, nu zijn we eindelijk verder. Eindelijk! Maar waar is de laatste mannequin ook weer die we nodig hebben? Weten jullie dat? Let me know. Let dat je deze jongetje even weten. Want we hoeven namelijk alleen nog de taartstukjes te hebben. En dan hebben we superveel. Dan hebben we bijna alles. Waar is de laatste mannequin ook alweer? Zo. Deze plaatsen we hier ook natuurlijk bij. Boem. Nee, niet vallen. Ah, man. Oké, ja, goed zo. Waar is de laatste mannequin? Weten jullie dat? Achter je. Ja, fuck jullie. Oh, deze is zo naar. Deze is hier zo naar. Oh. Bij het raam boven. Ja, die heb ik al. Bij die dag- en nachtdeur? Dat klopt inderdaad. Oh. Yo Ronald, je bent echt super cool. En iedereen, join mijn MC-server. JustelaVPVP.serv.nupsjb. Ha! Ja, thanks voor je donatie, man. Join de Microserver. Jij bent ook awesome. Oké. Okay. Wat moet het dan ook alweer zijn? Dan moet het eerst nacht zijn, hè? Dus Bimo, kom even een paar keer hier. Ha! Bimo, kom even een paar keer hier. We moeten het even nacht maken. Want dat klopt inderdaad. In de kelder? Helemaal niet in de kelder. Want anders kom je niet verder. Oké. Okay. Het is nu nacht. Dus we gaan inderdaad nu naar die dag- en nachtdeur. Want daar moet wel eentje zijn, inderdaad. Goed dat jullie zeggen. Kan ik ook meteen voor die taart gaan. Ook al is het weer zo donker, dat ik helemaal niks zie. Je moet hieronder zijn. Zo. Moet die dan hier zijn? Ik zie hier geen mannequin, hè. Wel een stukje taart en die gramophone die we nodig hebben. Oké. We openen deze deur. We plaatsen hier weer even een stoel tussen, zo.
En dan gaan we nu even een paar keer dood. Nee, we kunnen eventueel gewoon restarten. Ga je een namenrondje doen? Misschien dat ik straks even een namenrondje doe voor jullie. Oh shit, restart. Betekent dat... Nee, gelukkig hoef ik daar niet straks meer echt naartoe. Zo, het is nu... Nee, is het nu dag? Ja, het is nu dag. What the fuck gebeurt er, man? Ik kijk soms in de chat, jongens. Ik probeer zoveel mogelijk. Ik wil dit even halen. Oké, snel voordat die... Go. Volgens mij is het nu dag. Even kijken naar de zon. Ja, we kunnen dit nu, we kunnen nu verder. Oké, go. Hè? Moest ik hier wel heen? Heb ik het nou verprutst? Ik ben zo triggerd. Ettenbouwen. Wacht even, we moeten hier toch heen. Want hier is namelijk een stukje taart. Nee, paraplu! Oh, gesaved. Kom even hier. Dan pakken we onze allereerste stukje taart hier alvast, oké? Deze pakken we even. Laat het even groeien. Kop. Oh. Mag ik een peace in de chat? Een peace emoji? Geef mij die peace emoji in de chat. Zo. Oké, we kunnen weer verder. Want nu worden deze dingen namelijk niet geactiveerd. En deze moeten we ook even losdraaien. Zo. Huppakee. Waar waren we ook weer mee bezig? Oh ja, we moesten naar die dag en nacht shit. Dus de buurman moet ons even pakken. Buurman. Dit is een vrije... Je mag me nu vrij pakken. Klinkt heel fout. Waar ben je? Buurman! Die verdomde buurman. Waar is die fucking dude? Hier. Hey, pak me even. Want dan is het nu eindelijk nacht en dan kunnen we verder. Oh nee, het is nog niet nacht. Hij moet me... Buurman! Je mag me weer gratis. Pak. Hey. Zet de kamers uit. Ja, dat is goeie. Is het dan nacht? Ja, het is nacht. Laten we die fucking kamers uitzetten. Huppakee. Nee! Huppakee. Die pakken we even. We zetten dit uit. Jullie beseffen eigenlijk niet hoe lastig deze is, jongens. Deze is zo lastig. Het is echt een hele lastige deze. Ik had dorst. Even kijken, ik moet weer via OBS kijken waar ik naartoe moet. Ja. Dit moet ik even heel snel doen. Vooral die oude komt. Oké, we springen hier naar beneden. Zo. Dan moeten we hier, wel zijn. Zo. Want we kunnen nu hier langs. Hier langs. Deze kunnen we openen. En als we hier dan even een gramofoon hier plaatsen. Zo. Voor de peace. Doen we weer restart. En dan kunnen we het eindelijk halen. Oh. Dit is nu precies. Oké, ik mag nu niet worden gepakt door, door die dude. Oh nee, ik mag niet mijn taart gooien. Zo. Ronald, je bent cringe. Oké, jij ook. Kebab. En dan gaat mijn taartje weer. Kom hier, taart. Op welke dagen ben je live? Ik heb geen flauw idee. Ik ga live wanneer ik wil. Je hebt al 1k likes? Nou, geef me likes, jongens. Ik heb likes nodig. There we go. Spring je hier naar beneden?
Oh, krijgen we dit weer. Nu heb je gras in je taart, ja. Mensen, geen emoji spam, alsjeblieft. Zo! Of emojis. Emojis. Oké, ik moet hier toch zijn. Kom even hier. Ik moet je even betreden, kom. Waarom ga je zonder me? Achterlijk ding. Adopteer me. Oké. Sure. Why not? Oké. Deze pakken we. Kunnen we deze openen? Moet hier nu een mannequin zijn? Wel een stukje taart. Maar dan moet ik iets droppen. Om dat taartje te krijgen. Oké, ik drop dit wel even. Is dat een rode? Die hebben we wel het meest nodig. Ik kan beter deze droppen. Oké, nog een paar mannequins te gaan, jongens. Ik moet weer wat droppen. Oh, sorry paraplu, ik drop je eventjes. Boop. Pak dit even. Moet hier dan een mannequin zijn? What the fuck is dit? Wat? Wel een gitaar. Oké, hier komen we later wel terug. We openen deze even. Ach, kom op. Kom, moet hier misschien een mannequin zijn? Waar de fuck zijn die mannequins? Weet je, kijk, hier achter is zo'n dude. Hallo, alles goed? Weet je er misschien nog waar één mannequin is? Ja, daar. Hier is geen mannequin. Hier is geen mannequin. Even die doos weghalen. Kom. En... boom! Nou, dat heeft niet zoveel geholpen. Hier was vroeger wel altijd een mannequin, maar nu niet. Oké, maar we gaan hier weer naar beneden. We hebben sowieso een paar stukken staart. Die kunnen we dan namelijk hier straks weer plaatsen. Dan hoeven we eigenlijk nog alleen maar... nog, wat? Deze versie heb je al gespeeld. Ja, ik zeg even. Ik faal nog steeds omdat het zo lastig is. Het is echt lastig. Het is geen joke. Daar moet je in. I know, dat is voor later wat ik moet doen. Er is in het huis. Zo. Zo. Laat me die tyfus blaar. We hoeven echt nog waar. Oh, en nog één stukje taart. En ik weet niet waar die is. Maar dan moet ik straks weer die... moet ik weer naar boven voor die rails. Maar ik kan... oh. Zo, plaats. Zo. We hoeven nog één mannequin te vinden. Of niet? Of hoef ik alleen nog dat stukje taart? Je kent mijn juf, zei Iris. Oké. Oké. At the moment ken ik dit niet. Er is een geheime tunnel bij je huis. Op de molen heb ik al. Op de molen heb ik al, jongens. Maak je daar maar geen zorgen om. Die heb ik al. Onderoud zit een switch die een map geeft naar de... sowieso niet. Sowieso niet. Bullshit. Ken je Linocleer? Ja, zak op. Ik weet waar de laatste is. Vertel. Hier misschien? Waar is die laatste mannequin ook weer? Even kijken. Er is een mannequin ergens inderdaad. Die heb ik al. Die heb ik al. De laatste zit toch in die kamer met al die rommel. Of niet? Rommel? Hij is in zijn slaapkamer. Ook niet. Kijk, hij is ook niet in zijn slaapkamer. Die laatste mannequin is hier ook niet. Kan ik wel deze stoel even weghalen. Boop. De laatste zit in een blauwe kamer. Maar die heb ik al. Die is daar helemaal bovenin. Oh,
laten we de kaa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 a
daar moeten we namelijk heen. Ergens voorraad, die heb ik dus al. Hij is in de keuken. Hij is niet in de keuken. Hij is ook niet... Wat voor... Alles is blauw. Alles is veranderd. Nee, hier is hij ook niet. Ik weet waar die is. Ik weet waar die is. Ja, ik weet waar die is. Ik weet waar de allerlaatste mannequin is. Maar dan heb ik even iets nodig. Een verrekijker. Waar kunnen we die vinden? Die heb ik namelijk weggegooid. Waarom moest ik die zo nodig gooien? Ik weet waar die is. Hoe kan ik dat vergeten? Sorry. Hij is namelijk... Ja, ja, ja. Hij is daar namelijk. Hoe kon ik dat vergeten? Maar dan ga ik weer eventjes alles hier uitdoen. Even weer die camera's, want die zijn vervelend. Zo. Valt die duur kon. Hij weet dat ik hier ben. Oh, we gooien het even. Oh, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Valt hij naar boven, kom op. Valt hij naar boven, kom op. Oké. Zo, dit doen we weer even uit. Hij weet dat ik hier nu niet meer ben. Ofwel, ik zit hier vast. Waar is die verrekijker ook weer? Shit. Ja, die zit sowieso denk ik in de kamer van de buurman. Even dicht doen, even dicht doen. Hier moet wel ergens een verrekijker liggen, toch? Oké, daar we go. Dus ik kan dat fikken. Ik heb namelijk een verrekijker nodig. Sorry voor die stilte, want ik was even aan het nadenken. Want ik weet die code niet meer. Ik weet de code niet meer. Ah! Teringhond! Zeg nou eens Giving Panda. Nou, Giving Panda, alsjeblieft. Misschien hebben we hier nog wel ergens een verrekijker die we kunnen gebruiken. Want die had ik volgens mij net weggegooid, wat echt super stom was. Echt heel stom. Oh! Zo. Iemand zegt dat hij het beter kan dan ik. Nou, ik zeg, doe het. Wie houdt je tegen? Ik heb verder kijken. Yes! Oh shit, hij weet dat ik hier ben. Hij staat daar! Hij staat daar gewoon! We kunnen eindelijk verder! Oh. Go! Ja, ik raak hem niet kwijt. Ik raak hem niet kwijt. Hij gaat me op de pak krijgen. Hij gaat me op de pak krijgen. Hij gaat me op de pak krijgen. Oké. Okay. Ik weet nu eindelijk wat ik moet doen. Super relaxed. En zeg even die verdomde buurman even voor mij. Want hij is fucking irritant. Zeg allemaal verdomde buurman. Ik denk, iemand gaf al de code. Maar ik vind het leuk om het zelf zo te doen. Oké, okay, wat voor code staat daar? 2369. 2, 3... Oh, 6, 9, iets in deze richting was het toch? Oh shit, wat was de code ook weer? Hoe deed ik dat? 2, oké, we doen alles even uit. Welke zijn hier nog ingedrukt? Zo. 2, 3. Ja! Ja, hij werkt gewoon. Dan moet ik daar nu proberen naartoe te spelen. Oké. Maar het is zo donker! Oké, we moeten dit op het juiste moment doen. Oké, we kunnen het nu zien. Wat? Ik ben er afgeduwd! Ik ben er afgeduwd! Maar we hebben het nu wel gehaald, eindelijk. En we zien eindelijk ook weer wat. Zoek een reserveparaplu. Nee, ik hou deze.
Ik hou deze even vast. Ronald, zeg mijn naam. En ik doe niet eens zo... Nee. Nee. Het is weer donker. Kom even hier, buurman. Pak deze joh even. Hoppakee. Sinds wanneer gaat hij tot maar tot daar? Okay. Die verdomde schoolboy, ja. Dan snappen jullie nu eigenlijk dat jullie blij zijn dat ik in video's edit? Omdat dit spel is zonder grappen echt lastig. Hij is echt heel lastig. Oké, kom op. Wacht eens even, ik kan gewoon het beste hierop staan. Ah, oké, dan moet ik met... Is dit... Nee! Ga weg! Laat me met rust, ik was bezig. Oh, ja. De laatste mannequin hebben we! Oh! Nu nog één stukje taart en dan zijn we weer verder. Zo. Ik ben blij. Nu moeten we weer terug. Terug op avontuur. Oké. We pakken de paraplu. Woe! Wow! Wow! Nope, man. Ah. Oeh. 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 Hey, buurman. Dat is goed. Dat hij me niet heeft gezien. Wat een idioot. Hij heeft me gezien. Voor mij is hij me kwijt. Hij is me kwijt. We jumpen hierop. Oh, wat was het? Oké. Het is zo donker, man. Oké, we plaatsen een mannequin. En de laatste... Ik weet waar die laatste is. Zo. Het laatste taartje moeten we even helemaal naar boven. Moeten we met het lift, maar we gaan even dat de buurman weer even pakt. Dan wordt het even licht. Buurman, gratis kill voor jou. Buurman, oh, ik doe gewoon restart, fuck it. Nog één stukje taart en dan zijn we eindelijk verder. Eindelijk. De ontvoerde kinderen liggen in bed, Roland. Oké, goed om te weten. We gaan even dat ding even weer kapot gooien. En dat doen we met een boekje, met de Heilige Bijbel. Hoppakee. Oh shit, hij moet door. Dan hoeven we nog één ding te doen. En deze gaat nu zo simpel worden. Hoop ik, oké. Snel, voordat hij dood komt. Snel, go. Oké. Zeg alsjeblieft Verlina, Ronald. Verlina, alsjeblieft. Die verdomde buurman, hè. Voor wie zijn jullie? Ronald of de buurman? Laat het achter. Laat me even weten. Voor wie zijn jullie? Oké, voordat de buurman komt, snel. Ik wacht al zo lang. Oké, daar is hij. Dan moeten we dit weer goed timen. Want daar is het stukje taart die we nodig hebben. Dus, boem. Terug. Boep. Perfect. En nu moeten we hier uit proberen te komen. Weer zonder te burken. Kom op. Waarom is dit zo gebukt altijd? Ik ben voor rood. Thanks guys. Jullie zijn de beste. Around. Never gonna keep you down. Oh, wat een scheidzooi. Yeah. Oké, dan moeten we deze kant weer oplopen. En dan gaan we eindelijk voor dat fucking stukje taart.
Oh, fucking hell. Krijgen we dit gedoe? Dit is het kutste van die hele fucking game, ouwe. Zeg alsjeblieft dat jullie... ik ben degene die had geretweet. Nice. Hopelijk is hij cool. Binnenkort komt die verdomde buurman merch. Die is ook heel vet. Die is echt heel vet. En als ik zeg... Als ik nog één keer faal, hè? Dan ga ik eventjes dat taartje cheaten. Cheaty doodles. Ik weet dat jullie anti dat zijn. Maar soms moet dat gebeuren. Ja. Oké, hoe komen we hier het beste in? Ik denk dat we dan... Oh, deze jump gaan we denk ik niet eens halen. Nee. Deze gaat heel lastig worden om te halen. Ik heb hem niet goed geparkeerd. Ik kijk altijd weg als het enge muziek is. Nee man, dat is het spannendste van het spel. Woep. Kom op, niet verprutsen. Kijk, dan spring ik, maar dan springt hij niet in spel. Dat is zo stom. Dat is echt zo stom. En dat is gebukt. Ja, dit spel is... Ha! Doe namen, Roosje. Probeer maar met een aantal namen te komen. Het gaat een hel worden, maar kom maar op met die namen, hoor. Kom maar op met die verdomde namen. Dude die mij net uitscheldt omdat ik zijn naam moet opnoemen. Ik ga je naam niet meer opnoemen. Nope. Oh shit, Milan. Oh fuck. Dennis. Jelle. Mooie naam. Zo heet mijn vader ook. Oké. Natas. En toen liep hij vast. Toen liep de chat vast. Oké, als ik nu faal, ga ik cheaty doodles. Ik ga cheaty doodles doen. Sorry, ik wil... Jullie gaan me haten. Ik begrijp het. Ik ben het soms wel eventjes zat, hoor. Ik doe het zelf niet in video. Oh, fuck. Ik heb hem natuurlijk gereset. Die heb ik niet aan gedacht. Gelukkig heb ik dit ding nog. Ja, daar gaan we weer! Oh, wat? Sommigen teleporteren al? Sorry voor de cheaty doodle. Echt fijn. Seth, Anouk, Eva, Timo, die verdomme kontspiers. Kontspiersteam. Originele naam, je ouders houden vast van je. Ik haat je. Wow, Jill paardjes. Dat zag ik. Oh, kut. Nu is dat ook weer. Ik ga mijn zaklamp opofferen. Hoppakee. Ik gooi hem mis. Ik ga mijn gramophone opofferen. Is dit... serieus? Oh god. Ha! Well shit. Fucking hell man. Maar gelukkig kunnen we hier naar boven iets doen. Ik ben zo klaar. Ik heb al genoeg namen gezien, jongens. Ik heb een paraplu opgeofferd. Ik ben zo sad. Ik ben sad. Ik ben verdrietig. Mag ik misschien met cheaty doodles mijn parachute ophalen? Mijn paraplu. Ik heb hem nodig. Ik heb hem nodig. Want ik ben nu heel gevaarlijk bezig. Dit is voor de buurman. Allemaal middelvingers. Oké. Fuck. Waarom is dit gebeurd? Waarom is dit gebeurd? Waar is mijn paraplu nu eigenlijk? Ha! That's the biggest question of today. Oké.
Voor mij moet hij dan ergens in de achtertuin liggen. Kijk, okay, hij zit achter me aan. Ja, maar ergens, ik kan nergens een reserve paraplu vinden. Nee, buurman. Nee. Ha! Oh my god, man. Dit spel. Ik ga proberen dat raampje daarachter vanaf hier te raken. Kijk. Kabam! Oh, bijna. Kabam! Oh, bijna. Kabam! Oh! Zo close de continu. Laten we een appeltje gooien. Zo. Boom. Ah, fuck it. Nu moet ik even mijn paraplu vinden. Even cheaty doodles, want ik wil even kijken waar... Ik weet echt niet waar die paraplu is. Waarschijnlijk is die uit de map of zo. Waar de fuck ligt dat ding? Man! Ik ben mijn paraplu kwijt! Ik gooide... Ja, maar het probleem is, als je dat ding gooit, dan... Fuck dit spel, man. Fuck this shit, man. Fuck this shit, hier. Woep. Oh. Spijt me zo erg. Ik heb jullie teleurgesteld. I know. Ik ga nu niet meer abonneren. Feels bad, bro. I don't care. Okay, there we go. Laten we naar beneden springen. Suicide! Hoe duur is dit? 25 euro. There we go. Laatste stukje daar. Oh, de buurman heeft me gezien. Dan hebben we eindelijk onze wapentje. Dan kunnen we eindelijk verder. Huppakee. En dan is het heel makkelijk om dit uit te spelen. Plaats. Kom op, alles staat hier. Alle stukjes staan hier. Alle stukjes staan hier. Wacht, misschien moet dit ook op het bordje. Alle stukjes heb ik. Oké, we maken even ruimte. We gaan ze even beter hier plaatsen dan. Dit bedoel ik dus met het fucking spel. Zo. We gaan ze allemaal bij een taartje leggen, anders... Is dit heel... Oh! Ik heb het wapentje. Oh! Ik heb hem! Ik heb het... Zijn jullie blij? Ik heb het wapentje eindelijk! Yeah! En nu kunnen we verder. Ik moet weer naar boven, hè? Maar... Om dit ding hierin te gooien. Oh my god, ik ben nog niet aan... Oké, maar er moet hier toch wel ergens een paraplu liggen. Zo. Misschien ligt hier boven wel een paraplu. Lijkt niet zo. Ronald heeft conspiesiek, dus daarom staat hij, ja. Ja, man. Jij hebt zeker veel vrienden. Go. Laten we op zoek gaan naar een paraplu. Wat is dit? Is dit mijn paraplu? Oké, hoe komt dat ding daarin? Oké, we hebben nu namelijk een paraplu nodig. Kunnen we het... Wacht. Oké, we gaan iets proberen. We gaan cheaty doodle. Shit, ik moet mijn wapen loslaten. Ik heb het gevoel... Als we namelijk hier staan... Nu gaat dat ding weer dicht. Oké, we gaan dit heel snel doen. Oh, shit. Ik zag een paraplu. Waar zagen jullie een paraplu? Je liep net als een paraplu bij de council. Really? Meen je dit serieus? Ik zag... Hier moet een paraplu liggen?
Waar zien jullie hier een paraplu? Waar zie... Je bent in die ene kamer, de bank. Als jullie wat specifieker zijn waar iets ligt. Want hier heb ik echt niks aan. There we go. Op zoek naar de paraplu. Paar kamers. Ja, maar daar heb ik niet zoveel aan. Oh shit, 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 shit. De buurman is hier. In de kamer bij je eerste paraplu. Met die jumpy lift. Kapstok bij de deur. Oh shit, ik ben nu volledig in de war bij jullie, hè. Hier zie ik een kapstok. Dus hier moet ergens... Oh, jullie zullen zo triggerd zijn dat ik hem niet zie. Hé, hey, ik heb de kapstok. De kamer bij de lift. Hier. Oh, ik weet wat jullie bedoelen. Ah, ik moet hier naartoe. Kijk, hier. Ah! Hier. Ik zag hem. Ik zag hem. Thanks, guys. Oké. Dit was heel sad. Maar we gaan nu ook continu op die dude schieten, hoor. Hé. Sorry dat ik niet te vaak naar de chat kijk. Want hier is namelijk gewoon de paraplu die ik nodig heb. Fuck yeah. Thanks, guys. Oké, dan moeten we nu eventjes helemaal naar boven. Moeten we daar even het wapentje in gooien. En dan kunnen we eigenlijk verder. Eindelijk. Maar nu krijgen we deze rotzooi weer. Waar ik niet op sta te wachten. Gewoon niet. Oh, dit systeem is zo kut. Ik haat dit fucking stukje zo erg, hè. Zo erg. De buurman is bang. Is de buurman bang? Oh, daar ben ik wel blij mee. Die verdomde buurman. Ronald is er zo retard dat... Oké. Mooi verhaal, man. Vertel me meer. Ja, dit stukje is gewoon zo naar, hè. Zo naar. Want als je één keer verkeerd gaat, moet je dit helemaal opnieuw doen. Zo van, ja, dit doe ik met veel plezier. Ah! Love your videos, thanks. Woep. Dit bedoel ik dus. Eén verkeerde beweging. En yo, fuck, mate. Oh, ik ga zo snel in één keer. Wee. Jij bent raar. Er ligt een deur onder water. Dat komt dit op YouTube, weet ik niet. Als het wat beter gaat. Oké, de buurman is weg. Hij heeft me gezien nu. Dus we moeten dit super snel doen. Oh my god. Ik kan dat ding ook nu niet bewegen, hè, omdat hij nu vast zit. Dat is het hele probleem nu. Het is zo fucking vervelend dit. Woep. Pap! Kijk, hij springt dan niet. Hij springt dan niet. Pak je buur... Kijk. Ik ga op die buurman schieten, man. Kijk. Kabam, kabam. Kom hier, buurman. Ik maak je dood. Komt er ooit nog... Ik upload soms wel GTA 5. Oh, kijk, daar is de buurman. Oh, shit, shit. Niet weer. Dit is trouwens, ik moet kijken wat ik met livestreams... Kijk al die camera's. Ik moet kijken wat ik met livestreams ga doen, jongens. Om het zo te zeggen, ik wil mijn focus wel meer leggen op video's. Ik heb dan wel ietsje min... Oh, fuck.
fucking wapen ligt hier nog? Ja, maar hoe kan... Hé, kom, buurman! Oh shit, oh shit, oh shit. Buurman, kom eens even hier! Spring naar beneden! Want ik vind video's maken toch wel leuker. Klinkt heel raar. Klinkt zeker heel vreemd. Oh nee, 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 nee. Ja, welk team zijn jullie? Team Ronald of team Buurman? Ja, ik vind video's maken leuker. Dat is, mijn ding een beetje. En ik merk soms dat ik te weinig interactie heb. Op Twitter probeer ik het wel eens. Oh. Oké, dan gaan we weer. Laat het avontuurtje weer beginnen. Yay. Als ik val... Gaan we cheaty doodles? Wie is daarmee eens? Fuck die shit, man. Ik ben er nu echt helemaal klaar. Oh. Ik ben er nu gewoon echt helemaal klaar mee, hè. Soms ben ik dus. Besef dat ik soms gewoon. 30 minuten in opname bezig ben om die ene jump te halen, hè? Om die ene jump. Geef me likes. Dit is een like waard. Oh, dit is het domste wat ik ooit heb gedaan. Dit is het domste wat ik ooit heb... Wat gaat die buurman nu doen? Oh, shit. Hij... Oh my god, die fucking buurman ouwe! Ronald, buurman niet aardig. Hoe ziet hij mij hier? Fucking hell, man. Die gast is slim. Hij is slim. Maar die buurman gaat nu zeker de hele tijd daar zo naar boven. Oh, hij gaat een keer die kant op. Go! Wanneer ga je weer Soulpack spelen? I don't know, man. I don't know. Als de game uit is. Ik ga Stick of Truth. Speelde ik eigenlijk zonder game typen. Hoppakee. Maar ja. Oké, daar gaan we weer. Weer. Ik spring. Ik spring zonder grappen gewoon. Dit wordt even mijn concentratie momentje, hè. Ik spring weer. Dit spel is zo gebeurd, hè. Dat maakt het zo vervelend. Dat maakt het echt heel vervelend. Woe, ik moet hierop landen. Gelukkig val ik niet helemaal naar beneden. Of wel. Oké. Maar maak de buurman dood. Ik kan de buurman niet dood maken, jongens. Kondelt maar. Cool dat maar. Ik moet namelijk... Waar was ik mee bezig? Oh ja. Ik moest de wapen hierboven even ingooien. Het is nu al zo erg dat ik gewoon niet eens weet wat ik moet doen. Cheat. Oké. Deze ene keer. Deze ene keer. Nu doe ik het niet meer. Ik vind het zelf ook niet chill. Maar het is zo frustrerend. Oké, there we go. Oh, dan ben ik blij. Oké, go! Dan gaan we weer eventjes... ...naar dat wapengedeelte toe. Paraplu. Relax. Oh, we kunnen ook gewoon hier langs. Ronald, niks persoon, je bent noob in het. Speel het zelf, man. Oké, there we go. Nu, als we dit hebben gehaald, zijn we eindelijk een stuk verder. Want we kunnen nu die rode sleutel halen. Oké, wat we nu moeten doen. We moeten supersnel deze dingen schieten. Op een tijd. Ik was te laat. Boom. Oeps,
Oh, weer te laat. Oké, dus nog sneller. Oh, dat is lastig. What the fuck, man? Oké, moet het rustig aan. De buurman wil stiekem je hand tanken. Denk het ook, ja. Alsof de game soms gebeurd is. Soms raak ik, maar dan gaat hij, doet hij niks. We did it, we did it, we did it, we did it! Oké, we kunnen de hendel nu overhalen. Nu gaat dat ding daar open. Even kijken, waar is dat ding? Daar. Dan kunnen we hier weer langs. Nee, zo te zien niet. Was shit. Oké, we doen een restart. Dit is een fout, want duurde erg lang. Onderschat alsjeblieft niet hoe lastig dit spelletje is. Het is zo lastig. Het is echt enorm. Oké, there we go. De buurman weet dat ik hier ben. Met 400 camera's op dezelfde fucking plek. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Wat? Oh, ik heb natuurlijk het wapentje vast. Zo. We hebben de key. Dan kunnen we eindelijk verder. Hè? Ga je nog een keer Gmon doen? I don't know. Ha! Nu krijgen we dit gedeelte weer, hè? We moeten nu namelijk naar dat rode kamertje toe. En dan... Eigenlijk, als we dat hebben gehad, hebben we het soort van uitgespeeld. Oh, dit is chill. Eindelijk! Hij ruikt weer! Oh, dat betekent dat ik zo weer verder kan. Oké, de buurman mag niet naar boven komen. Die komt niet naar boven. Hier ben ik wel blij mee. Hier ben ik wel blij mee. Oké, kom hier. Laat me even instappen. Laat me even instappen. Laat me even instappen! Dat ding, man. Want we moeten nu daar komen. En als we dat hebben gehaald, hebben we het soort van uitgespeeld. Denk ik. Maar dan moet dat ding eventjes stoppen. Speel Little Nightmares. Staat wel op mijn planning. Komt deze livestream als video? Weet ik echt niet. Oké, daar komt hij weer. Oké, there we go. We springen erin. We activeren dit ding. We gaan naar achteren. Ik wil hem nu beter plaatsen. Ik denk dat hij zo... Bijna perfect. Nu is hij perfect. Nu is hij gewoon perfect. Nu kunnen we ook makkelijk eruit springen. Oh, we zijn zo erg bij het einde. Ik wil echt jullie bedanken voor jullie support, jongens. Met zo'n reetje de rode hand. Dat is echt sad, dit. Oké. Boep. Nu hopen dat dit meewerkt. Oh! Oh, dit voelt zo goed. Oh, nee. Deze bomen waren toch gebukt? Oké. Misschien kunnen we vanaf hier halen. Wacht even. Oké, hoe gaan we dit doen? Want die bomen zijn weer... Hier weer. Heb ik niet iets waar ik op kan staan? Nee. Misschien kan ik het via hier doen. Dat zou echt super stom zijn. Oh. Dit is gewoon... Oh, fuck, 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 fuck. Zeg mijn naam of ik abonneer. Thee abonneer. Doei, Levi. Alsjeblieft, trouwens. Oké. Ik denk dat we het zo wel kunnen halen. Oké, there we go. Oh, waarom deed ik zo lastig? Heb ik de rode sleutel? Oh, oh my god, ja. Finally. Yes. We zijn weer verder. Oh, dit is zo creepy, hè? Eindelijk zijn we verder. Eindelijk. Oh, even radio. Even genieten, hoor. Oké, we moeten deze hier pakken. Oep. Die kunnen we nog niet halen. Probleem is, als je hier naar beneden valt... Ben je fucked. Ben je fucked.
Welke konden we hier ook weer halen? Deze kunnen we halen. Yes? Oh, bijna. We moeten nu naar de overkant komen. Als we dit hebben gehaald, kunnen we dubbel jumpen. Waardoor we naar het einde kunnen. Naar de, verder in de kelder. Omdat we kunnen dubbel jumpen. Maar dan moeten we dit wel eerst even halen. Oh my god. Oh, ik ben er helemaal klaar mee. Oh, ik zie niks. Boep! Dit is echt... Gaat vaker iets live? Nee, I don't know. Oh, eindelijk, guys. Eindelijk. Oké. Okay. Moet hij hier naar boven? Wacht eens even. Nee, nee, nee. We moeten niet naar boven. We moeten ergens anders heen. Volgens mij moeten we hier naartoe. Even kijken. Oh, jawel. We moeten ons wel laten lanceren. Want dan kunnen we namelijk... denk ik ook weer. Dan kunnen we namelijk een lever overhalen. Woep. Spring hierin. Hoe lang ben je al bezig? 2 uur. Ben ik helemaal klaar mee. Dan moeten we hier zijn. En dan moeten we... What the fuck? What the fuck? Ik ga even geconcentreerd straks gamen, hoor. Hoe heet het spel? Dit is Hello Neighbor, jongens. Jullie weten toch wel Hello Neighbor? Alleen, het is soms zo gefrustreerd. Het is echt heel frustrerend. Omdat dit spel gewoon zo buggy is. Het is echt buggy. Zo. We moeten hier even logisch naar. Ik weet ook niet meer hoe ik dit heb gedaan. Want we moeten dit ding omhoog krijgen. We moeten dit ding omhoog krijgen en dan kunnen we naar de overkant komen. Echt! Kop, kop, go, go, go! Ja, mijn broer is docent, chill. Oké. Oké, we moeten hier ergens doen. Oh my god. Speel Paspoortoe live. Nee, Paspoortoe blijft een video. En Hello Neighbor voortaan ook. Oh, het is zo lastig. Geloof mij, jongens. Dit is echt lastig. In de video's lijkt het simpel. Maar de manier hoe dit spel soms in elkaar zit, is echt enorm frustrerend. Ik heb al zo vaak een opname van Hello Neighbor geragequit, omdat ik er gewoon zo klaar mee was. Omdat het gewoon zo vervelend was. Even kijken. Misschien kunnen we hier wat doen? Want hierboven moet ergens een lever zijn. Een lever die we moeten overhalen. Praat Frans! Nee! Nee! Ik krijg boze mensjes. Even nadenken hier, hè. Even nadenken. Hier moet dan een lever zijn. Daar moeten we naartoe lopen. Well, shit. Ik moet even ik ben even aan het nadenken. Ik denk dat het logisch is als we gewoon hier toch achter kunnen. Zo. Ja, maar ook weer niet. We gaan even via de exit hier. Zo. Boep. Boep. Misschien dat we vanaf hier wat kunnen doen. Wacht eens even. Volgens mij wel. Kom, jump. Oh. Dat komt niet goed. En nu springen we hier naar beneden. Oh, ik zag de oogjes, man. Moet ik hierin? Wat? Oh my god. Oh my god. Sorry, jongens, voor die stilte. Maar we kunnen nu eindelijk verder. Dit maakt het gelijk een stuk simpeler. Huppakee. Zo, dit halen we over. We springen hier zo in. En dan kan hij ons nu eindelijk lanceren. Richting het einde. Oh ja, eindelijk. Eindelijk, jongens. Eindelijk. Oké, we hebben deze dingen natuurlijk nodig. Deze moeten we straks gooien. We pakken 4 stuks. Oké, hierop. Huh? En naar de overkant.
Hey, check dat hoofdje daarachter. Dat is Shadow Man. Nou. Tempo. Alles hier is tempo. Oh shit, heb ik de verkeerde vliegtuig gepakt? Oh my god, nee. Gelukkig kunnen we weer in dat broodrooster springen eventueel. Oké, we gaan weer even in dat broodrooster springen. En sorry echt voor mij dat ik soms echt logisch nadenk. Dat ik gewoon echt aan het denken ben. Maar dat is echt nodig in dit spelletje. Helemaal. Dit spel is echt heel frustrerend. Hoe gaat het met jou? Ben je al 2 uur bezig? Ik ben al 2 uur bezig. Zo. We gaan weer naar boven. We moeten even nu een beter vliegtuig kiezen. Oké, there we go. Boom. Deze hadden we gewoon nodig. Waarom deed ik zo lastig? Oh, ik ben zo bang. Want hier moeten we namelijk op. Go! Go, ja! Mag ik een GG in de chat? Geef me een GG. Geef me een GG. Zeg mijn naam. Oké. Okay. Heel veel mensen stellen de vraag, komt dit als video? Ik weet het niet. Ik ben zo niet goed en blij hoe ik bezig ben geweest. Oké. Okay. Hier moeten we dan die dappijltjes gooien. Boep. Boep. Volgens mij kunnen we het nu al halen. Nee. GG, thanks voor de GG's. Jullie zijn de beste. Zo. Oh, fuck, fuck, fuck. Nee, nee, nee. Oh, daar ben ik zo blij mee dat die niet het geval is. Anders had ik zo'n groot probleem. Zo, go. En... boom. Boom. En boom. Waarom is dit zo kut? Dat is zo'n kut systeem. Oké, okay, vanaf hier kunnen we erop. Hè? Kunnen we het eindelijk halen? En daar zijn we dan. Oké, okay, het einde. Het einde dat we eindelijk kunnen double jumpen. Oké, okay, en jump. En jump. Yes. Oh. Nu kunnen we eindelijk. Eindelijk verder. Eindelijk. 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 Kom hier, grote buurman. Ik ga je kelder in. Woe. Oh, daar is de buurman. Nee, buurman. Dit is niet eerlijk. Kom je naar de Dutch Hutje Ketting? Weet ik nog niet. Weet ik echt nog niet. Omdat ik... Oké, okay, heel snel doen. Heel snel, heel snel, heel snel, heel snel, heel snel, heel snel, heel snel. Fuck yeah. Oh my god. Oh, nu komt het meest frustrerende gedeelte. Woe. Oké, okay, there we go. Hoppakee. En we vliegen hier naartoe. Maak een diss track. Ik maak een diss track op jullie. Oké, okay, hier is de buurman. Hij slaapt. Oh my god, dit gaat weer zo na worden. Oké, okay, ik heb mijn paraplu nog. Daar ben ik blij mee. Woe! We gaan het uitspelen, jongens. We gaan het gewoon in één keer uitspelen. Waar is de buurman? Buurman? Waar is hij? Oké, okay, go, 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 go. Voordat de buurman komt. Hij stond net te joggen. Oh, go, 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 go. Oké, okay, we moeten hier bovenop klimmen. Oké, hoppakee. Kom op. Waarom kan dit in één keer niet? Hoppakee. Hoppakee. Kunnen we hier nu overheen springen? En die basketbal? Oh, hier is het zo donker. Dat bedoel ik dus. Het is zo donker dat je gewoon niks ziet.
Ronald, je leeft nog! Ja, ik leef nog! Ja! Jullie mogen een diss track op mij maken. Kan ik het afzeiken? Ja, maar hoe gaan we dit doen? Dat stukje is zo lastig. Heb je het, hoeveel keer heb je het einde gehaald? Nog niet! Nog niet! Je hebt echt een vervelende buur. I know, right, hè? I know! Hij is echt vervelend. Kan ik niet op een knopje daar gooien? Dan leer ik namelijk ook weer wat, namelijk. Gewoon dat je erop kan keilen. Eet chips. Waarom zou ik chips eten? Oké. Misschien ziet hij me nu niet. Go, go, snel, 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 snel. Snel, 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 snel. De buurmannen staan daar. Oké, ik mag het nu niet verprutsen. We gaan het nu ook niet verprutsen. Maar het gaat nu... Nu gaat het... Dit is ook enorm lastig wat we nu gaan doen. Oké, laten we het op dat dingetje daar gooien. Hè? Kan het al? Ah, ik gooi de mis, man! Zeg eens Jesse en Senna. Jesse en Senna. Go. What the fuck? Het is ook zo donker, dat is het probleem weer. Go. Hè? Nu moeten we hier langs. Het probleem is, je ziet hierbij. Nee, oké, there we go. Ja, 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 ja. Oké, als we het nu verprutsen, hè. We zijn nu letterlijk bij het einde. Oké, kunnen we dit snel doen? Oké, wens me allemaal succes! Fuck, 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 fuck! Ben je hier dan weer? Fucking hell, G. Fucking hell, G, what the fuck? Maar dat is dus inderdaad Shadow Man. Dit is zo lastig. Ze hebben dit zo lastig gemaakt. Moet je bedenken als ik dit aan het opnemen ben, hè? Als ik dit aan het opnemen, hoe gefrustreerd ik ben. Oké, hij gaat daar even staan. Moet ik even wachten. Totdat je me vergeet. Alsjeblieft, ik ga het halen. Ik ga dit halen. Dit, straks is het echt... Zit hij nog vast? Oh, shit, 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 shit. Ja, hij fucked it up again. Hij fucked it up. Maak de buurman naar een paspoort. Heb ik al gedaan? Kijk mijn paspoort toe van vorige week. What the fuck? Je kan het wel, je bent er. Maak funny moments. Nee, funny moments van wat? Waarom heeft de buurman dit eens gekeld? Vraag ik me ook af. Geef me likes. Hetzelfde. Ik moet verdomme huiswerk maken. Nee! Nou, eigenlijk ja, maar... Jullie blijven hier. Ik heb jullie steun nodig. Jullie moeten mij continu complimentjes geven. Zo. Oké, ja, ja. Zo. Nu is het wachten. Gewoon wachten. Het kapsel zit wel. Ja, dat is waar. Zo, even dorsten. Ben je de ledge? Nee. Of wel? Nee, nee. Ik weet het zelf ook niet. Dit is toch fucking irritant? Oké. Okay. Kan ik niet op die camera staan? Hoe verander je?
je van Alpha als je het hebt gekocht? Sta je of zit je? Ik sta, kijk. Hey, ik ga jumping jacks doen. Woe, woe. Cheat. Nee, ik ga nu niet cheaten. Nu ben ik gewoon echt gefrustreerd. En dan ben ik echt heel geconcentreerd. Ben ik heel geconcentreerd. Oh, jullie moeten blij zijn dat... God, nee! Waarom dit zo gewoon zo frustrerend is, is omdat het zo donker is. Je ziet bijna niks. Oké, dan gaan we weer. Zakje chips. Woe! Ah, mis. Je doet wel je best. Ja, ik doe inderdaad mijn best. Ik denk dat ik een doos meeneem. Ik weet niet waarom. Ik heb het gevoel dat dat wel handig is straks. Ja, fuck dit, man. Doe ik wat verkeerd? Nee! Nee! Frustrerend is fuck dit, man. Hier deed ik gewoon echt letterlijk 2 uur over, hè, tijdens de opname. Omdat je de hele tijd zo dom dood gaat. Oké. Okay. Oké. Okay. Vind jij nou dat de 2010... Ai, dat is wel een knappe jongen, hoor. Cheat nou, nee. Nee, fuck you. Sorry voor het taal, nee. Woe, laten we hier even in kijken. Oh. Maar snappen jullie hier de toegevoegde waarde? Cheat-talks naar dit. Nee. Toen ik het gewoon echt zat ben. Is hier gebeurd? Hoe doet hij deze deur dicht? Ik vind je soms echt een knuffelbeer. Ben ik een knuffelbeer? Ik ben geen knuffelbeer. Alles behalve. Je pest me. Hoezo pest ik je? Ja. Is hij weer aan het sporten, hoor. Kan ik niet op zo'n camera staan? Daar ben ik benieuwd naar. Nee, dat zou ik zien niet. Waarom geeft iemand... Ech. Kids. Internetveiligheid. Oh. Zoveel, wat moet je hier doen? Moet ik een emmer op me gooien ofzo? Oké, ik blijf hier wel wachten. Maak hem distrack over de buurman. Oh, buurman, je bent zo stom. En je ziet er ook nog dom uit. Swag. Ik heb het gevoel dat je wel hier wat moet doen. Hier moet je ergens die pit in stoppen. Ik ga het op één keer proberen. Want die buurmanstukje is echt onmogelijk. En dan cheat ik. Wee! Ik zie hier een emmer. Ja, dit is wel echt mijn concentratiegezicht. Ik ga het nog één keer proberen. Kijk,
kijk, dit is onmogelijk. Ha! Wacht eens even, ik heb een idee. Ik heb een klein ideetje. Wat, hoe ik dit kunnen halen. Een heel slim idee. Kijk nou, kijk maar. Oké, dat was... Je kunt daar ergens op staan. Maak hem bewusteloos, maar dat kan niet. Wat is je poepgezicht? Ja, ik heb een mooi poepgezicht. What the fuck? Hoe ben ik dood? Oké, ik ga het nog één keer proberen. Dan ben ik zat en dan... Je ging toch cheaten? Nee. Cheat zelf. Stil blijven. Hij heeft me gezien, maar je kan niks doen. Je kan niks doen, man. Je kan niks doen, man. Je kan niks doen. Wat was dit ook de bedoeling? Hoop ik. Hoop ik. Ja, wat wil je nou dan? Kan ik die gieten niet op die knop gooien, hè? Oké, wat gaat hij doen? Ik kan gewoon niks, hè? Is hij? Wat is hij aan het doen? Ah! Fucking kill! Oké, fuck this shit, man. Fuck this shit. Ik ben er nu echt klaar mee. Ik ben er echt klaar mee. Ik ben er echt klaar. Oh, what the fuck? Oké. Okay. Ga ik nu alsnog dood? Ik ben er echt klaar mee. Kijk. Hier denk ik. Oh. Oh shit. Dit denk ik erover. Hier is die fucking dude. Wat is dit eigenlijk? Hier heb ik nog nooit naar gekeken. Hoe kom je hier? Oh shit, daar loopt hij dan. Oh, dit is zo creepy. Ah. Oh. Wat? Dit is zo raar. Ik schrok geluisterd op het hardst. Ja. Ik ook. Ik schrik elke keer. Oké. Om dit af te maken. Hey buurman. Oh, dit gaan we zo snel doen. Ja, oh, hey, wat is er nou? Hey. Wat moet je nou? Hey. Wat moet je nou? Hey. Wat moet je nou? Oh, oké. Okay, laten we dit meteen doen. Laten we dit gewoon meteen eindigen. Huppakee. Woep. Huppakee. Oh. Oh, finally, man. Kijk op. Dat klopje hebben geraakt. Heb je moeite met lid worden, ja? Dat was toch wel duidelijk? Ja, dat klopt, ja. Mijn Nederlands is niet zo heel goed. Als het gaat over lid worden. Waar ben je? Ik stoor me er zelf niet aan. En mij boeit niet echt wat anderen over zeggen. Ik verprust de Nederlands taal. Kop. Ietsje naar voren. Dit moet ik heel snel doen. Wat? Oh my god, dit was idioot. Ah! Hallo Ronald, niet schrikken. Denk Misha. Staat het geluid niet trouwens te hard? Thanks voor je donatie van 3 euro. Oh, jongen, please, shut the fuck up.
ben zouten voor de mensen. Omdat ik heel vuil verhaal. Ik ben heel zoutig. Excuus daarvoor. Maar dat ding is nu zeker boven. Oké. Tijd voor een suicide. Dat kunnen we nu eindelijk halen. Staat hij daar nu? Ja. Hij gaat weer omhoog. Oh my god, ik begin echt. Nou, het maakt niet uit. Via, wat heb je Hello Neighbor gekocht? Via een website. Maar nee, ik heb een Steam key van ze gekregen. Van Tiny Build. Dat is echt super relaxed. Ben ik wel blij mee. Hoef ik niet te betalen. Je spreekt met hem als Micha. Oh. Oh. Oké. Okay. Zo, hij gaat weer omlaag. Oh, dan gaan we het halen. Dan gaan we het gewoon eindelijk doen. De audio kraakt. Dat komt door dit ene leveltje, omdat daar het geluid echt super kut is. Het is echt super naar. Even kijken, doe ik even zo. Even wat zachter. En volgens mij moet het dan nu zo beter zijn. Let's try it. Let's try it. Ja, het moet nu wel beter zijn. Kijk, hij komt omlaag. Wat denk je van een nieuwe IT-film? Nooit gezien. De eerste niet en de vernieuwde versie niet. Oké, hij komt nu omlaag. Hij moet... Ja, daar is hij. Ik wacht tot hij helemaal op het laagste punt is. En dan is het mijn tijd om te shinen. Huppakee, hè? Zie die grote buurman daar dan? Oh, yeah, 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 yeah. Blijkbaar neem ik dit ook op. Wat dubbel op. Like dit. Ja, like me. Maar hoe gaat het verder met jullie? Vinden jullie het een leuke stream? Ik ben gefrustreerd, dus ik ben niet al te blij. En de komende tijd ga ik me ook weer op video's focussen. Go. Oké, dit moeten we heel snel doen. We moeten nu een paraplu pakken. Waarom heb ik geen paraplu? Waarom heb ik geen paraplu? Ik... Well, shit. Oh, fucking hell, man. Dit is... Waarom staat de chat bij mij uit? Of niemand zegt meer wat. Zeg even wat. Oké, okay, go. Even kijken. Oh ja, hij was gebeurd bij mij. Oh lol, hij was gebeurd, lol. Zing een lied. Nee. Moet je even naar een gamekanaal gaan en dan besef zo, gaat in Minecraft. Zo. Komt dat ding nu omlaag? Volg je Grandkus? Wat is een Grand... Wat is, wie is Grandkus? Zo, we moeten even wachten tot de lift daar beneden is. Ik heb dezelfde trein. Het gameportaal.nl. Koop hem snel. Hey! Je bent slecht. Hou je bot, joh. Wie geeft niet om Wilbert's aandacht? Zeg dan ik in de chat. Ik! Oké, there we go again.
Nee, oké, okay, achteraf, ik moest even logisch nadenken. Ik ben te geconcentreerd, ja, Grant. Dat is fucking van de Flash. Grapje. Oké, okay, there we go. Kom op. Fuck yeah! Eindelijk, man! Eindelijk! Oh, ik ben er echt helemaal klaar mee! Nee, Wilbert is goeie jongen. Abonneer op hem. Wij trollen meestal maar wat op elkaar. Hoe frustrerend het ook is soms. Oké. We moeten dan... Oké, we moeten dat dan activeren. Hebben we kaas? Kijk, wat vuurwerk. Nee, maar abonneer trouwens op het kanaal van Wilbert. Wilbo. We hebben laatst best wel een leuke video opgenomen. Oké, daar gaat hij. Ik mag nog niks zeggen. Hij is wel leuk. Moet je zeker weten kijken. Of vast abonneren op hem. Wilbo. Hij is die dude. Die van groen houdt. Hoe ken je Wilbert? Ik ken Wilbert van school. Ik was een najochie. Want, ik was eerst niet positief bij hem in beeld. Ik wil het er niet over hebben. Nee, ik was echt een klootzak vroeger. Echt een klootzak. Oké, go. Dit is triggerd. Dit triggert mij. Oh, ik ben blij dat we dit nu eindelijk binnen nu en 10 minuten gaan uitspelen. Denk ik. Heb ik het wel knap gedaan? Heb ik het sneller gedaan dan eerst? Oké, we moeten nu naar dat huis toe. Heb je nu een vriendin? At the moment niet. Feels bad, hè? Zit er nu eindelijk een deur in? Nee. Zo. We pakken even een kaas. En dan kunnen we dat vuurwerk hier afsteken. Oh, ik ben zo blij dat we dit eindelijk hebben uitgespeeld, ouwe. Hoppakee. Zo. In zijn gezicht. Ik heb hem. Oké, welke moeten we dan nu activeren? We activeren dan... Ja, we activeren nu die. Dus we moeten weer met de broodrooster. Wilbo, ik ga abonneren. Zeker doen. En ik vind zelf dat Wilbert underrated is voor... Wat voor tijd hij in zijn video stopt. En deze video komt trouwens niet online. Omdat ik echt gewoon niet blij ben hoe ik je bezig ben geweest. Dan maar geen views, toch? Je doet het 2 uur over. Dat is best wel snel, hè? Bij de vorige deed ik in totaal 6 uur over of zo. Go! Daar zijn we. We gaan eens in zijn bal. Mag ik alvast een rip, buurman? Die verdomde buurman. Oké, laat maar. Nee. Oh, kut. Ik gooi het eraf. Nee, ik wil het niet verprutsen. Mag ik alvast een rip, buurman? Oké, daar gaat hij. En deze knieholte. Hoppakee. Die verdomde buurman. Woe! Dit ding activeren we ook. En... Kabam! En als we dan nu weer naar die broodrooster gaan hebben... Weet ik niet. Zie je hem daar dan liggen? Die motherfucker. Die verdomde buurman gaat dood. Hij gaat dood. Ja, bam, bam. Jump hierop. Zo. Rip de buurman, jongen. Rip de fucking buurman. Ik ben benieuwd wat dat boven allemaal te vinden is. Want ik heb het gevoel dat hier boven ook wel secrets moeten zijn. Oké, we moeten even op dat blauwe platform belanden. Of kunnen we... Kom. Gaan we dit halen? Ik denk het net niet. Nee, we gaan dit net niet halen, dus we gaan even op zijn hoofd landen. Die lanceert ons zo wel omhoog. Kom, lanceer me. Lanceer me, buurman.
Kom op, buurman, doe niet zo flauw. Buurman. Doe niet zo flauw! Oké, dit wordt hem dus niet. Nee! Oh, ik ben dood. Oké. Nee. Ben ik mijn fucking paraplu kwijt? Nee! Ik had het al uitgespeeld, hè? Ik had het al uitgespeeld dat hij neer is. Ik had in dat huisje moeten komen. Fuck! Heb ik het uitgespeeld, ja of nee? Heb ik het... Anders moet ik verder spelen. Heb ik het uitgespeeld? Vertel het me! Ben je boos dat Don nu met Lotte... Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Nooit geweest. Boom. Nee. Ik heb het dus niet uitgespeeld. Motherfuckers. Ik heb het gewoon letterlijk uitgespeeld. Oké, there we go. Maar laten we de buurman verslaan. Dit was echt super dom van mij. I know. Activeer dit stopding. Kom op. Daar gaat hij. Laten we naar de broodroost gaan. Laten we dit super snel doen nu. Ik haat. Let's go, jongens. Let's kill de buurman. Alsof we dat niet eerder hebben gedaan. Ik ben er klaar mee. I know. Ik ook namelijk. Laten we die paraplu pakken. Wat? Waarom is dit ding dicht? Perfecte gooi ook. Reageer op mij erop rijden. Ja, noem je hem nou maar je bitch, want ik ben 10 kop groter jij waarschijnlijk. Godsamme. Oké, we moeten even goed richten. Boom. Fuck. Kom op. What the fuck? Hij wordt gewoon weggelanceerd. Wat is dit? Dit is zo bug. Het is zo bug. Anders moet ik het even restarten. Pop. What the fuck? Ik ga even iets kijken hoor. Even iets kijken. Is deze fucking broodrooster al? Is deze... Oh, fuck. Oh ja, deze broodrooster. Ik moest even vliegen er naartoe. Ik ben er helemaal klaar mee. Oké. Hupsakee. Dit ding gaat omlaag. Ga verder, want dan kan ik kijken. Ja, ik ga het nu ook uitspelen, hoor. Ik ben namelijk helemaal klaar mee. Oh, daar viel ik bijna. Waarom gaat dat ding weer omhoog? Ga omlaag of zo? Oké. We gaan het halen gewoon. Als ik het ga halen, ga ik echt een victory nummer opzetten, jongens. Echt. Oké. Als die helemaal naar beneden is. Go. Ik vind het zo echt. Dat deed me oprecht pijn. Hansa, ik jou ook. Oké, there we go. Hebben jullie mij ooit eens wel zo zoutig gezien dat ik gewoon echt pisnijdig ben? Ik ben nu letterlijk ook gewoon echt pisnijdig. Ik ben er 1 minuut en gaat wel slecht. We zijn letterlijk bij het einde.
Doe jezelf in die pro... Kan dat? Ik vertrouw dat niet. Straks ga ik dood en dan moet ik weer alles opnieuw aan het doen. Zo. Als die helemaal naar beneden is... Je bent zo zout. Ik ben terecht zoutig. En laat me zoutig zijn. Oké, okay, kom. Woe! Heb je ooit een nieuwe Zelda, een Zelda skin? Ik heb Ocarina of Time gespeeld. Verder niet. Ik vond de nieuwste leek me niks aan. Want dat is niet mijn soort stijl. Ik zie alleen maar een noob die de hele tijd faal. Oh, dat deed net wel pijn trouwens. Maar hè, we zijn er weer, hé. Hey. Yes. We gaan nu even naar dat kapotte... Of is die niet geactiveerd? Ik dacht dat ik die kapot had gemaakt, maar oké. Nu gaan we het gewoon halen. Dit gaat nu zo easy worden. Afkloppen. Waarom gaat die chat zo snel? Omdat er... Er te boven 1000 mensen kijken. Net keken er 2000. Laat zijn hoe druk het dan net was. Kom, woep. En activeer, go. Gaan we nu naar de weer naar de broodroos toe. Ik heb 11, 11, 11 gestuurd, maar hij komt niet. Oké. Okay. Go. En go. Nu gaan we het gewoon eindelijk halen. Dit is zo easy peasy. Go. Wat ik net gehad was echt een enorm domme fout. Ik weet niet wat ik deed namelijk. Go, boom. Gaan we eventjes weer naar dat taartje toe. En dan gaan we het in de vinger. Ooit komt het goed. Ja, dit komt wel goed hoor. Alleen dit spel is zo fucked up. Ga dansen. Nee. Hello neighbor. Nee, binnenkort komt wel die verdomde buurman merch. Woep. En daar hebben we de taart. Oké. Okay. We gaan nu weer hier naartoe. We gaan weer naar het vuurwerk. Zo. Zo, en die steken we af. Steek af. Daar gaat hij in zijn gezicht. Dan gaan we nu naar de broodroos toe. Ik heb je agent 8008 met je. Oh, cool, Chanelle. Je kan het, ik geloof in je. Thanks, Jill. Bestaat er andere merch dan de Blobfish? We zijn nog bezig. De Blobfish was gewoon... Maar binnenkort komt er ook echt HGP-gerichte merch. Maar ik ben meestal van... Omdat ik zelf ook nooit echt merch draag van... Met logos erop, hou ik er niet van. Oké. Okay, there we go. Tijd om het af te maken. Verneuk het nu niet. Nee, nu komt het goed. Ik zal het nu niet verneuken. Ik verneuk het nooit. Zo. En we duwen dit ding erin. Huppakee. En die kijkt er volop in zijn knie aan. Gebeurt er nog wat? Oh nee, hij moest nog. Huppakee. Komt deze livestream online? Nee. Ik denk het echt niet. Nee. Ik heb nul gezegd nee. Nee. Maar wel verborgen, dus daar onderin heb ik altijd zo'n afspeellijst staan met livestreams. Zodat je het wel verborgen terug kan kijken. Maar ik wil dit niet online gooien, echt niet. Ik ben te zoutig. Hello neighbor, dat is ook geen livestream game. Oké, laten we het halen. Kom, naar het platformpje toe gaan. Kom op! Kom op! Als we daarop zijn gekomen, halen we het namelijk.
Dit gaat zo na zijn als ik dit niet haal. Het is niet te halen, dus daarom doe ik het maar zo. Ja, ik heb het eigenlijk gehaald! Ik heb het spel dus soort van uitgespeeld, no joke. Omdat ik op een of andere manier geen deur heb. Ja! Hier ben ik zo blij mee, dit verdient een nummertje hoor. Ja! Dames en heren, het is me gewoon eindelijk gelukt. Het is Ronald gelukt om deze Hello Neighbor uit te spelen. Was dit niet leuk? Was dit niet cool? Het is me gewoon gelukt. Maar, bedankt. Bedankt, jongens. 6 december komt een volledig game uit, jongens. Zijn jullie daar hype naar? Ben ik benieuwd. Dit verdient wel wat vlammetjes, hoor. Oh, mijn mensen. Ik wil jullie sowieso bedanken voor het kijken. Thanks voor het kijken. Leuk dat jullie hebben gekeken trouwens. Echt waar. Wilbert, bedankt voor het modden. Hoop en iedereen die geabonneerd heeft, geliked, reactie achtergelaten en heeft gedoneerd. Super bedankt. Dan zeg ik bedankt voor het kijken naar deze livestream. En echt. Ik ben boos geweest. Ik ben chagrijnig geweest. Maar twee... Deze livestream komt voor morgen online. Morgen kunnen jullie weer een video verwachten. Suicide Guy. Suicide Guy is terug, jongens. Even kijken, hè. Kut video. Nou, wow. Zeg mensen, bedankt voor het kijken naar deze stream. En tot ziens, jongens. Bye.